Welkom bij Inksmijters, de tattoo podcast van Nederland. We gaan het hebben over alles wat met tatoeëren te maken heeft. Wil je dit niet missen? Abonneer je dan op Inksmijters, de podcast. Nou, welkom mannen bij een nieuw seizoen van Inksmijters, de podcast. Eindelijk, ik heb het hele eerste seizoentje te kijken. Ik denk, waar blijven we nou? Op DVD ook, hè? Ja, ongelooflijk. Nou, voor de mensen thuis die kijken en luisteren. We hebben vanavond twee mooie gasten. Die eigenlijk de hele leven, zover ik weet... Ik ben wel hetero, hè? Ik kan me wel een mooie jongen vinden, maar ik ben hetero. Ja, maar dat mag niet. Okay, we zien wel hoe de avond loopt, Dennis. Dat is goed. Weet je? Nou, jullie hebben het al gehoord. Dikke Dennis is onze ene gast. En onze andere gast, toch van mijn idee wel een legende in de Nederlandse tattoo-wereld. Tattoo Molly. Ja, zeker. Goedenavond, heren. Is zelfs voor mij een legende. Ja, toch? Ja, zeker weten. Ja, weet je, het is toch wel iemand die je moet kennen. Ja. Zeker als je de vorige seizoenen... We hebben natuurlijk veel tatoeëerders gesproken. En ja, Molly kwam altijd wel te sprake. Altijd. Ja, als het niet is om zijn slappe humor, dan is het wel om zijn enorme collectie flash en boeken en wat hij allemaal heeft. En, ja, precies. Laten we het daar gaan over hebben. Een van de grootste collecties van Nederland wel, hoor. Dat we daar sowieso een beetje over de verzamelaar vanavond, de verzameling van jou hebben. En over het tatoeëren, niet zo bescheiden, ik was net bij hem thuis. Gewoon een bak met gewoon duizenden businesskaartjes, gewoon niet normaal. Duizenden businesskaartjes. Maar dat heb je in de loop der jaren allemaal gewoon expres gewoon verzameld. Dat je dacht van echt, dat ga ik verzamelen? Ja. Of is dat per ongeluk gegaan? Nee, gewoon gelijk al verzamelen kaartjes. Ja? Echt hoor? Ja. Je hebt ze ook vanaf 70. Vanaf 70? Ja. Ik liep altijd op conventies, weet je. Nam je altijd wel kaartjes bij je stickers en die kwamen dan thuis. En op een gegeven moment donderstraal je ze toch weer weg of zo. Maar, ja. Maar heb jij ze nog dan, Jano? Nee. Ik heb ook helemaal niks. Ja, jij, Dennis? Ik heb ze gewoon bewaard. Ik heb boeken vol met ook allemaal... Nee, ik heb zelfs wel hele oude kaartjes. Er stond een kaartje van Molly op Marktplaats. Een oud businesskaartje van hem. Die stond al voor 26 euro daar. Nee, dan heb ik er nog 5 van leggen thuis. Op Etsy of zo. Maar wist je dat goed? Ik heb nog kaartjes van hem dat hij nog tattoo fan was. Ik zag dat vorige paar maanden geleden, zag ik dat. Oké. Ja, maar dat is niet voor jou uitverkocht, weet je. Dus dat doen anderen. Dus je begint geld waard te worden, Molly, op jouw leeftijd. Ja, vooruit. Man. Krijg je er wat van? Laat je er blij mee wezen. Ja. Zijn er wat voor krijgen? Heb je ze nog liggen trouwens, die kaartjes, of niet? Ja. Dan kunnen we de prijs weer naar beneden gooien. Stickers nog van, toch? Er zijn nog stickers ook van, of stickers niet? Heb ik nog allemaal, ja. Ik moet wel zeggen, ik heb vroeger, die kaartjes voor jou, die heb ik dan wel nog een hele poos gezet. Ja, legendarisch. Ja, maar je had ook altijd, bij jou zat er altijd een rare twist aan. Of het was Reservoir Dogs of zo, weet je. Of je was weer wereldkampioen tatoeëren geweest. Perfection. Ja, inderdaad. Een troll had iemand zijn reet. Ja. Die heb ik ook nog gehad. Welke? Ja, een van de heel smerig kaartje. Een troll had iemand zijn reet van We Are Genic. Maar ook kan ik wat erop stond, tatoeëerder, zanger. Irritatiebron, orgies, feesten, partijen, de hele tering, sowieso erop. Maar je had het wel even tatoeëren uitgenodigd natuurlijk. Ja. Helemaal kut. Ja, ik weet wel, meestal één keer per jaar ging ik dan naar Amsterdam toe. En dan ging ik altijd even bij jou in je shoppie kijken. Dat was op de Goudsoendasstraat. Ja, Goudsoendasstraat. En dan zei je op een gegeven moment, toen de tijd had je nog gewoon, dan keek je niet op internet. Maar dan keek je gewoon in die fotoboeken, weet je, van wat werk te maken. Ja. En zei te kijken, en leuk tattoetje. Hey, dat is Dennis in zijn blote reet. En leuk tattoetje. Nou hangt er een drol half uit zijn reet. Ja, dat was een businesskaartje. Dat was smerig. Iedereen voelde smerig, maar dat waren de best lopende kaartjes. Die waren zo uitverkocht. Iedereen wou ze hebben, weet je. Ja, dat was ook wel een beetje de eerlijkste shop, geloof ik, in Nederland. Want ik geloof dat je 10% steriel op je raam had staan. Ja, onder andere. Oh ja. Ja. Zuipen, snuiven, alles tijdens het de weer. Dat maakt niet uit. Ja, daar heb je ook mensen voor, weet je. Ja, en bedoel, in die tijd dat ik begon, had je nog geen regels. Zo. Je kon gewoon een shop beginnen en alles. En dat ging allemaal makkelijk. Biertje erbij, peukje in mijn bek, snuifje en prikken, weet je wel. Ja. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die dat afketst. Maar er zijn genoeg mensen... Die willen een biertje tijdens het tatoeëren, weet je wel. Dus, ja. Ik denk dat jij het niet eens meer zou willen nu in deze tijd tatoeëren. Nee, op een gegeven moment steeds erger, weet je. Ik bedoel, ik heb zo'n dik boekwerk van regels en wetten. Ja. Oké, het moet schoon is, dat begrijp ik ook wel. Ja, op een gegeven moment moet dat gewoon veranderen. Daar heb ik me wel aan gehouden. Want toen die keuringen kwamen, op een gegeven moment dacht ze, die dikke die gaat als eerste dicht, hè. Ja. Maar die dikke had natuurlijk wel even die boek doorgelezen. En ik had gewoon alles netjes voor elkaar. Je had gewoon de hoogste cijfers en zo. Het ging allemaal goed. Ja, maar het zegt er gewoon voor de meeste mensen die binnenkwamen als leek, zeg maar, dat ze
smerig uit met potjes op, die met, ja, met op sterk water. Ja, maar zeg je, er waren ook mensen die daarvoor kwamen. Ja, nee, er zijn mensen die willen een biertje drinken tijdens het tatoeëren, weet je. Dat zullen die ook nog wel hebben. Dat mag allemaal niet meer. Nee, kan niet. Je mag zelf niet, peuken. En dat voel ik gewoon bij, dat is mijn eigen shop. Mag ik geen sigaretje roken in mijn eigen shop? Ja. Kom op. Ja, vroeger ging ik dan altijd naar Mark en Hans in Utrecht, weet je. Onder de Dom. En ik vond het dan ook altijd fijn. Weet je, dan ben je getatoeëerd en kreeg een biertje. Ja. En er stond een asbakkie. En terwijl er getatoeëerd werd, weet je, zat Hans, die zat er ook met zijn peuk in zijn bek. Weet je. Maar het hoort toch bij. Of er dan als het jaren viel, dat boeide je ook gereed. Nee. Maar je zat gewoon lekker op je gemak. En als ik dan een keer geen tatoe wou, dan zat ik er de hele avond te zuipen en te kaarten. Ja, ja, het werd, maar op een gegeven moment werd het gewoon heel erg, weet je. Er kwamen heel veel controles en het was natuurlijk ook wel logisch op een gegeven moment, weet je. Ik bedoel, wij komen nog uit de tijd er gewoon... We Tattoo Peter hingen er gewoon vier machines. Eentje voor rood, één voor blauw en voor zwart. Ja. En die werden aan het eind van de week met de naald verwisseld. Dezelfde potjes inkt. Ja, er stond een emmer en dat werd even weer gespoeld. En ging verder naar de volgende, weet je. Dat was gewoon normaal in die tijd. Wanneer zijn die regels... dat is 80 jaren. Jaren. Ja, dat is... Ja. Dat Amsterdam was volgens mij de eerste regio, niet? Er waren een paar Jenken die de geelzicht opgelopen. Oh, echt? Is dat, dus daar kwam toen is het door de Amerikaanse basis hier in Soest... Soesterberg. Wij horen niet bij Soesterberg. Oké, maar daar is het dus eigenlijk... toen heeft die dokter gezegd, dit kan niet. Maar ja, die waren wel in de gracht. Hebben ze nog twee keer een rondje gesprongen. Ja, precies. Daar heb je niet bij gezegd. Niet dan, dus... Maar dat was het eigenlijk, nou jij dat zegt, door die Jenk en alles, dat het daardoor gekomen is. En in de 80, de aids, reisde de pan uit. Ja. Nee, was je daar bang voor toen die tijd, jullie? In die tijd dat je tatoeëren was voor AIDS? Gingen al die homofeestjes allemaal af? Op zich, AIDS kan niet zoveel kwaad als tatoeëren. Dat moet je ook weten. Een AIDS-virus is in principe een zwak virus. Zodra het uit het lichaam is van een ander, is het in principe al niet meer overdragelijk. Weet je, je moet echt met warm bloed en sperma en zo wil je het krijgen. Maar als je iemand tatoeëert een half uur later, tatoeëer een ander met diezelfde naald. Ja, dat moet je niet doen natuurlijk, maar... Daar kan je in principe geen AIDS van krijgen. Dus hepatitis C en zo, dat is een veel sterkere virus. En daar is ook die regels die werden flink aangepakt. Flink aangepakt. En toch heeft het heel lang geduurd voordat het landelijk werd. Want volgens mij is dat rond 2000 geweest of zo. Alleen in Amsterdam. Rond 2004, 2005 of zo. De GGD had er zelf nog ineens geen verstand van. We hebben Boonstra nog alles moeten vertellen hoe het nou zat. Ja. Want ze wisten helemaal van niks. Weet je. En nu vragen ze 600 om voor te komen. Ja. Ik weet wel, toen die shoppen... Die moet je voor betalen voor een keuring. Ja, die shoppen en die begonnen. Die, dat was toen vertoets en die ging hem openen en die had zich aan de regels van Amsterdam gehouden. Ja, en die heeft toen de GGD Midden-Nederland bij ons opgebeld. Van, joh, luister, ik ga een tattoo shop openen. Weet je, komen jullie even controleren of ik alles goed heb gedaan? Die wisten het zelf niet eens. Nee. Maar ze kwamen niet eens. En een paar jaar later, weet je, toen kwam er een keuring op te hangen. En toen kregen ze dan 4,5 van Meijer of 6,5 als de Piers erbij zat. Dan kwamen ze wel. Ja, ze roken geld ook natuurlijk. Ja. Dat is logisch. Ik bedoel, maar die... Die keuringen, maar per regio was het ook, leek het wel verschillend. Want in Amsterdam mocht dat, Utrecht hier mocht. Ja, het was zo. Als jij zeg maar, in het begin was het voor iemand die al tatoeëerde, al zat er al die shops die er al zaten. Die hadden dan minder. En toen werd er 100 en toen werd er 200. Ja. En nu is het allemaal gelijk. Ja, maar ik bedoel qua regels, Molly. Ja, als ook, klopt ook allemaal geen drol volgens van. Volgens mij... Weet ze zelf niet eens waar ze over... Ja, ik heb nog een mooi verhaal. Die kerel kwam bij mij, dat was Boonstra nog. Die kwam te controleren al die shit. En tijdens dat gesprek en zo word ik gebeld door een maat. Dus ik neem de telefoon op. En ik hoorde dat het een vriend van me was. Ik zei, godverdomme, bel je nou weer? Ik tatoeëer weer geen negers. Heb ik je gisteren al verteld? Oprot. En ik hang op. En die Boonstra zit maar aan te kijken. Joh, wat is dat nu weer? Ik zeg, het staat niet in de statuten dat je geen negers mag weigeren. Nee, je hebt gelijk. Ik zeg, ben je ook racist? Nee, zeg niet. Ja, dat is een bootje, joh. Ik had hem helemaal gek gemaakt. Ik had mijn businesskaartje zelfs steriel verpakt, weet je. Gesield. Ja, hij werd helemaal gek. Ja. Hij wist het niet meer. Hij zei, geef me weg, het is goed. Het is goed, hij pleurt je tand toch op de vadersbak. Ja. Wat zei je, Molly? Hij wat? Het piercing gezegd, houdt hij gewoon de tand de vadersbak in. Ja, gewoon die stalen. Ja, die staan alles gewoon weg. Een beetje voor het zicht. Ja, heel goed, heel goed. Ja, de deur uit de schoon weer halen. Ja, toch? Ja, mooi. Ik weet wel, dat vertelde Jan Heijboer me toen de tijd. Die zat nog wel eens op Katerdrecht vroeger. Hij zei, en dan was het inderdaad echt, wat jij ook zei een beetje.
hier zat de stoel en daar was, daar kwam je voor je tattoo en die zette de lijnen. En dan stond er een emmer naast. Weet je, ja, stonden twee emmers, eentje werd geld ingeflikkerd, die andere zat sponsen. En dan werd die hup afgenomen en dan ging je op die stoel zitten. Die andere kleuren, ja. En die deed diezelfde emmer, ja. Of diezelfde spons. Zo ging het de hele dag door. En aan het einde van de dag had je één grote... Ja, het is in principe wel goed dat het allemaal veranderd is. Weet je, al die ziektes en dingen die gekomen zijn. Maar op een gegeven moment werd het wel heel erg streng. Want ik bedoel, ik had een autoclaaf gekocht. Weet je, dat moest dan. Oké, autoclaaf. Vroeger maakte alles wel schoon. Had ik die autoclaaf gekocht, die was toen €2000, noem maar wat. Of gulden. Dat was nou een hoop geld in die tijd. Veel geld, ja. Twee weken later moest je een vacuüm autoclaaf hebben. Van 5000 gulden. Ja, weet je wel, shit. En dan denk je, wat is dit nou weer? Alles moest genummerd zijn natuurlijk, in een logboek bij. Ja, een deal geschoten met een of andere autoclavenfabriek. Van, nou, je mag alleen nog maar een vacuüm autoclaaf hebben voor 5 ruggen. Ze hebben toen op een gegeven moment toch ook nog met een dermatoloog. Die heb toch ook, toen moesten we in één keer overstappen van het folie op pleister spray. Ja, dat vrij spray. Toen ook, ja. Was de spray, was dat toch? Wat een ellende, jongen. Ja, en die spray was helemaal niks. Maar je kreeg die tattoos ook terug, helemaal gort. Ja. Alles was helemaal en niks. En inkpotjes met datum en zo en al die shit. En zelfs die cuppies. Ja, weet je, inkt is niet gemaakt om in je lichaam te zetten. Dus bedoel, er is geen enkele inkt goed daarvoor, weet je. Maar op een gegeven moment allemaal... Op een gegeven moment ga je te ver, hè. Op een gegeven moment kwamen we op de GGD. Ja, die mevrouw... maar goed, dus... Die kwam bij ons en die kwam te vragen. Die moesten wij tips geven. Ja, dat deden wij ook in het begin. Ja, om te vragen. Toen vroegen ze van, ja, maar hoe zit dit dan? Moet je ervoor betalen? En precies, maar zeg dan ook, weet je wel, van oké, bedankt je zeur. Nee, laat het maar zitten. Wij leren hier voor jullie, weet je wel. Met, maar we hebben er op een gegeven moment ook één gehad, die hier in Utrecht rondging. Ik weet het, Thea heette ze. Kamerbeek. Oh, maar die wist echt bij de Harde Bollenstraat. Nee, dat niet. Dat had ze ook niet zo heel veel verdiend, denk ik, hoor. Maar die wist echt alles. Die kon je ook niks wijs maken, weet je. Dan zei je van, en waar is dit voor? Ja, dat flikkeren we hierin. Oh, hoeveel doe je erin dan? Oh, zo? Ja, nee. Maar dat is zoeken. Ellende. Maar die zullen ook alles weten, weet je. Ja, maar zullen de politie alles weten? Als je, hij vindt altijd wel wat, weet je. Ja, maar weet je wat ik eigenlijk nooit begrepen heb, hè? Dus op een gegeven moment gaat iets in de autoclaaf. Je maakt het steriel. Het gaat een sealback in, het gaat de autoclaaf in. Op een gegeven moment. Als je het al steriel gemaakt hebt, hoeft het de autoclaaf niet meer in. Nee, oké, maar het is, dan is het steriel. Het komt steriel eruit. Nou, weet je? Nou, dat hoop je. Maar dan gaat het in een inkcupje, wat niet steriel is. Nee. Dus waar gaat. Waar is de grens? Ja, maar had je Bruno in Frankrijk, die had ook weer de cupjes gesteriliseerd. Allemaal weer in een hoesje. Had Peter Kuyn ook. Ook kan het steriliseren? Ja, die smelt als een gek. Nee, ho. Je hebt ook koude sterilisatie. Oh. Heb je dat? Ja, dat klopt. Ja, dus we gaan met de lamp. Ja, moet je nog een afval erbij kopen. Ja. Hey, ik pik nog een peukje. Menu's doen ze ook zo. Heb jij daarmee gewerkt? Ja, wat dacht jij? Nog met houten cupjes gewerkt. Ja, dat komt ook uit de koude sterilisatie. Ik kan niet altijd nog een rijden. Ja, dat wist ik niet. Ja, maar je hebt ook nog een keer sectaal, had je die kogelsterilisators. Ken je die? Ja, met zo'n klein bakje. Met zo'n deurtje, ja. Nee, een klein bakje. En er zitten allemaal kogeltjes in. Stenen kogeltjes. En dan stopt hij daar je naald even in. Dan wordt hij ook gelijk gesteriliseerd. Oh? Een soort veldsterilisator. Ja, wij zijn van 1800, mol. Sorry. Nee, 50 jaar. Dat zijn wel interessant. Dat heb ik nooit geloofd. En die dokters hadden dat ook. Dat is een droog. Ja, je hebt zelf een jarenlange droge sterilisator gehad. Ja, dat is waar. Ja, daar ging ook dus de worstenbroodjes in, hoor. Nee, vroeger had je eerst droge sterilisator. Ja, die heb ik gehad. Ja, denk ik. Ja. Maar die kwam hier ook allemaal uit en toen kreeg je de gewone sterilisator en toen de vacuüm sterilisator. Maar de gewone sterilisator is ook met water. Ja, klopt. Ik ben van de 5-ruggen sterilisator. Daar ben ik van. Ja, vooruitje rechts in de pedaalemmer van het Utrechtse... Mijn vooruit? Vooruitje. Hey, maar nou we toch rond 1800 zitten. Wij hebben natuurlijk bij ons in de shop is natuurlijk tegenwoordig met afspraken maken. Heel veel gaat via de mail en ze komen met voorbeelden en al die shit. Jullie weten het wel, maar hoe ging het in jullie tijd eigenlijk? Ja. En wie binnenkomt het eerst, komt het eerst maat. Ja. En als je dan s'avonds zeg maar klaar was, en er kwam nog om 10:55 nog een ploeg Chinezen of Koreanen. Weet je, van de Datsun, van die auto's die allemaal... Datsun, ja. Ja, die zat in de haven. En
En die Filipijnen die kwamen daar nog even een tattoo halen. En tatoeëerde die om 11 uur ging je nog weer even open. Ja, en het was sowieso anders, hè? 20 ankers. Die hingen bij ons in de shop allemaal plaatjes doorgaan. Aan de muur gewoon, weet je. Ja, en bij Moor, bij mij. En deed je allemaal 50, 60 guldetjes, vroeg je er gewoon voor. Ja. Maar daar leefde hij eigenlijk op, in de tattoo-wereld, denk ik, die gasten daar. Ja, ja, ja. Nou, en 3 weken later kwam die andere boot weer. Nou, huppata. Dat was dus eigenlijk de meeste klanten de haven. Dat was gewoon... Ja, hoop zeelui, hoor. Hey, en geen floor managers natuurlijk? Nee, dat bezonder niet. Nee, je maakt het zelf schoon. Dus ze kwamen binnen en als je niks te doen had, dan... Ja, maar dat was in de jaren 80. Had je zo december, januari, december, einde... December, je had geen kut te doen. He, Sinterklaas, kerst. En dan, na de kerst, kwam toch opeens de Italianen. Die blijven tot 10 januari bleven de Italianen hangen. Die verteerden allemaal een rug. Aan tattoos. Aan drugs en aan tattoos. Aan de hoeren. Ja. Hey, en drugs. Die hadden allemaal dus minimaal 1000. Die kwamen in augustus weer terug. Ja. In augustus nam je geen verkoop vrij, want de Italianen komen. Dus je wist precies welke tijd van het jaar wie er kwamen? Ja. Dus kijk, in onze shop hadden we allemaal plaatjes gewoon aan de muur hangen, weet je. Ja. Er hingen gewoon plaatjes. Ja, gewoon flesjes. En dan kwam iemand binnen. Die wil ik. Of, oh nee, doe die maar, weet je. Zo ging het gewoon. Oh nee, toch die. Maar heb je nou nooit zoiets van... tegenwoordig, dat die shops hebben geen plaatjes meer aan de muur, weet je. Het is allemaal via computer. Wij zitten over het algemeen. Oh, wacht even, door elkaar. Nu komen ze met een telefoontje. Ach, godverdorie, jij moet weer zo klok hebben, weet je niet. Maar andere wijze plaatjes. Oké, andere wijze plaatjes. Maar ook andere cijfers. Willen ze weer Romeinse cijfertjes op een klokje. En ook kleiner. Ja, jongens, dat kan niet. Ja, dat hele beroep is natuurlijk veranderd. En er moet een roos omheen ook nog. Ja, we zijn, over de tijd gewoon skul en dolfijn en noemen, weet je wel. Gewoon maar dat zit in je gewoon. Als je zou moeten kiezen, weet je, want zoals bij ons is tegenwoordig is het of een rugstuk of een borststuk of een hele sleeve, weet je. Ja, vroeger, toen ik ook begon en hij ook, weet je, met tatoeëren zelf, dat je liet tatoeëren, dan zocht je inderdaad een plaatje uit. Ja. En, oh, doe die maar. Maar als jullie dan zouden moeten zeggen, weet je, wat doen jullie liever hele sleeves toen jullie nog tatoeëren? Nee, of gewoon lekker iemand, één ding wat je helemaal af kon maken? Er komt een gozer binnen, die wil een zeemansgraf. Ja, jongen, moet je zo ding erop. Ja. Nou, hij heeft nog wat geld over. Hij wil nog even een zeilschip hebben. Nou ja, maar doe je aan de andere kant zeilschip, huppata. Ja, maar we zijn niet uit de tijd van sleeve. Nee, ja, het is wel sleeve geworden, precies. Het zijn ook allemaal losse stukken gewoon. Dat is bij mij ook. En op een gegeven moment vul je het op, weet je wel. Ja, dat is tegen mij ook nog, weet je. Doe maar hand op elkaar, jongens. Doe je hier allemaal rozen. Ja. Dan moet opeens, hij heeft ook een vriendin. Nou, truzen bij, een kind erbij. Dat waren gewoon eigenlijk alleen maar oldschool tattoos, hè? Ja, dan heb je al 4 grote armsdingen. En dan ga je, daarna komt hij nog eens een keer, dan ga je hier weer een boot bij zitten. Of, was dat alleen maar oldschool, Molly, of niet? Ja, ja, ja. En je had niks anders. Ja, je had niks anders. Het heette geen oldschool. Hoe dat? Dat was modern toen. Ja, maar dat heet nu oldschool. Ja, precies. Dat was gewoon een tattoo. Maar hoe noemde hij dat dan? Wat was dat voor stijl? Hoe noemde je zeeman-stijl? Dat was geen stijl. Geen gewoon, dat was tattoo. Dat was gewoon tatoeëerder en dat deed je gewoon. Eén stijl, dat. Ja, en het was ook, je tatoeëerde motorrijders, hoeren en zeelui. En toen heeft je 3-lijner. Ja. Je hebt je 5-lijner, 7-lijner en je had een 11-lijner. That's it. Die maak je allemaal zelf in. Dan heb je een 7 magnumtje. Of je maakt een 7, nog een keer een 9 magnumtje. Maar je had geen 14 of 15 magnums. En helemaal niet volgepakt al. Nee. Ja. Ja, die kwam. Philip Leu kwam er daarmee, al met die grote brede tubes. Ja, en je kreeg in die tijd Jack Rudy met zijn single needle. Ja, maar dat was er in 80 al. Ja, ja, ja. He, want... Craig Irons deed het ook. Fijn. Dus dan ga je ook met een single needle. Dat is lekker makkelijk. Daar doe je een hele week mee met zo'n naald. Ja, in principe wel. Nee. En die soldeert je klaar. Ja. Maar ik heb wel eens geprobeerd. Ik vond het wel kut tatoeëren, zo'n single needle. Ja, ik vind het er helemaal niks. Ja, ik vind het ook niet. Maar je machinetjes liepen daarop. Want iedereen had, of die tatoeëren, je hebt een Supreme van Huck Spalding. Ja. En ook zijn tubjes. Dus dat past er allemaal precies in. Ja, oké. Okay. En toen kregen een paar Amerikanen kennissen
van Freddy Korman allemaal. Die maakte al naalden voor hun niet. Ja, maar hey, dat is makkelijk. We zitten nu te vergelijken van hoe het vroeger was en toen was. Maar ja, dat vroeger wist je niet beter. Maar dat is juist mooi. Dat vind ik een mooi toren. Maar Tattoo Peter, die pakte dus, die ze pakt met naalden. Dan pakt hij drie lijnertjes. Want die heeft alles drie lijnen, hè? Maar jij denkt hij alleen drie lijnen. Met C of met acht lijnen, maar alle drie lijners. Want als iemand kwam, moest een stevige tattoo hebben. Dan pakt hij die lap even uit het laadje vandaan. Dan dacht hij die drie lijnen erin. Sprong die drie lijnen gewoon even open. Nee, je zeg maar al een dikke vijf. Maar wat branden? Nee, gewoon er werd niks open gebrand. Maar hoe zei je? Nog, dus hij maakt hem open hoe? Met een lappie. Oh, met een lappie, oké. Okay. Oh, even ertussen doen. Zo, kijk, zie nou, zo zit hij daar er tussen. Ja. Gaan ze vanzelf bij. Ja. Ja. Schadigt ook niet in die doek. Ja, maar je wist niet beter. Nee, maar zo was het gewoon, weet je. Peter, nee, dat is ook zo. Die hadden dus die machine, of die naald, die needlebar, die stak hij door een rubber heen. Een soort vlakkie. Had hij aan zijn hamer zitten. Weet je, niet voor zijn machine. Dus die deed je de hele week met diezelfde naald. Cool. Hey, die naald wordt even stomp. Nou, dan heb je met de dingen uit die rubber vandaan getrokken. Waar hele dunne draadjes. Niet zo'n needlebar wat je nu hebt. Het was gewoon een heel dun draadje. En dan schuif je dat er zo in. En dat deed, ja, Bob deed dat. Rotterdam deed het zo. En Peter deed het ook zo. Maar in die tijd moest je ook zelf je naalden maken. Weet je. Dat was een rotwerk. Dus, dat is echt een kutwerk. En Peter ging dus de hele dag, zat hij dus de hele dag, zat hij drie lijners te maken. En hij maakte 20 lijners. Over 20. Dus solderen kwam helemaal niet aan te pas. Ja, wel. Wel solderen. Nee, met een draadje, met een koper draadje. Ja, die tubes zijn een beetje uitgelopen. Oh, dan maken we nu wat 24ers van de week, die vorige week, die naalden. Dus dat ook niet zo loopt, erg. Ja, loopt. Nee, want hij. Nee, daar had geen hele stiekie, want die naald die zat al kant en klaar. Ja. Die zat al vast. Er zat helemaal geen. Maar die machine liep op 16, 17, 18 volt. Waren dat kwalitatief goede naalden of niet, Molly? Ja, die naalden waren goed. Ja? Ja, dat waren. Is dat vergelijk met nu? Ja. Goeie. Dat waren meestal waren het India. Elephants. Elephants naalden uit India vandaan. Elephants. Ja, elephants. Ja, en die zijn die naalden waar je insecten mee op een bordje prikt, weet je wel? Die haalden we later bij iemand in. Die bestelde je gewoon. Nou, wij haalden ze zelf altijd op. Ja, of, want er waren gewoon geen naalden te kopen. Nee, je moest allemaal zelf maken. Ja, dat was echt een heisje bij. En helemaal zo'n Magnum zelf maken. Ja. Die was gebruurd. Ja, zeker. Wij zijn nog net voor de tijd dat we het zelf moesten maken. Ja, maar dat weet ik niet. Dan heb je de naaldenfabriek gemaakt. De naaldenfabriek in waar Huck Spalding zo verhaal had, in New York. Mijn vriendin woonde daar om de hoek. En dan gingen we daar ook naar jij halen. En je bestelde er ook gelijk 20.000 nog extra bij. Was dat duur toen of niet? Nee, je paalde voor een pakje naalden betaalde je. Nou, deden we heel makkelijk. Dan ging het zo. We lieten ook nog 20.000 bezorgen. Ja. En dan die waren dus kwijtgeraakt onderweg. Ja, ja, want ze werden gewoon door de brievenbus heen gegooid. Ja, ik heb ze niet gezien. Krijgen nu nog 20.000. terug van de fabriek en je krijgt er nog 20.000 van de KPN. PTT heet dat. Weet je niet? Ja. Heet je 60.000 naalden voor een rug. Ja. Maar het was een helse kwijt om die dingen te maken. Ja, nou, dat was ook de reden waarom ze werden ook gesteriliseerd. Weet je? Je ging ze, als het klaar was, ging je kijken welke nog goed waren. Ja. Die werden gewoon gesteriliseerd, opnieuw gebruikt. Ja. Soms waren de tweede keer de naalden beter. Ja. Voor de kleuren, zeker. Wanneer gooide je naalden weg dan? Zeg helemaal bot worden? Nee. Als ik zin heb om nieuwe te maken. Als je zeg maar de eerste keer ben je klaar, dan heb je ze nog een keer gesteriliseerd. Dan check je ze allemaal door de loepje nog en na niet of je geen haakjes braampjes, hebt. Braampjes. Dan flik je gelijk er al af. Ja. Nou, dan pak je de brander. Nou, maar al de naalden waren eraf. Ja. Oh, nee, ik dacht steriel. Nee, of weer boven het gasfornuis. Ja, ja, precies. Nou, dan had je ook nog, maakte je kleine tubetjes, lege hulsjes.
Nou, we hebben dan klode vaseline in de ijsketel, in de ijsemmer van de Spanje en Wim. Boven het gasstel. Nou, even overgieten in een theepotje. Nou, de doosje met 150 tubetjes. Even in de ijskast. Ja. Nou, 's morgens pakt hij de tang. Want wij hadden ook zo'n tang, weet je niet, bij de apotheken vandaan. Want we gingen ook wel eens naar buitenland toe. Was dat wel makkelijk, zo'n tang. En dan gaf je er gratis bij of je verkocht hem. En deden jullie ook als je een klant had gehad, ik noem maar wat, ja, dan kwam in die tijd waar je, dat je op een gegeven moment diezelfde naar hem kwam terug de volgende keer, dat hij bewaard met? Dat hoorde wij deden het niet. We waren er wel bij. Ja, dat de naam erop geschreven werd. Ja, die waren er wel, maar wij deden dat niet. Dat is nog niet zo lang geleden, er was er eentje hier ergens in de... Ja, ik weet ook. Meester Ronald deed het ook op de... Die flikken hem in de vriezer of zo. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Kent dat niet, Dennis? Ja, ik heb er nooit bij gemaakt. Die deden ze dan, in een bakje met alcohol. Hey, wat hij net zegt, weet je, voor, hoe lang je met die naalden kon doen. Wij zijn uit de generatie dat je ook nog die kutdingen moest solderen. Ja, ja. Ik was zo blij toen ze op een gegeven moment die dingen in China gingen maken. Ja. Maar ik heb het wel eens gehad. Toen had ik... die naalden gemaakt. Maar toen had je en nog die leerling, die leraar van mij, die zat te tatoeëren. Die gozer, die had een pijn. En hij zei, joh, weet je, stel je niet aan. Maar op een gegeven moment had hij zoiets. Hij begint wel te bloeien. Dus hij keek, had ik er één verkeerd om. Ja. Dus dan zie je gewoon een stom stuk staal bij iemand zijn huid in te douwen. Ja, maar dat is op een gegeven moment met naalden. Hij wordt wel kerel. Ja. Maar... Ja, mooie tijden. Hoe heb jij ze gemaakt? Wat was jouw Linus of Dennis? Nou, oké, maar dat weet ik nog wel. Wacht even hier, kom eens hier, de D had je dan. Kwam er een soort blokje aan de zin? Nee, maar daarvoor hadden we een luciferdoosje. Ja? En dan deed je gewoon met de speld, maakte hij gaatjes. Ja. En daar stopte je de drie Linus in. En je maakte ook nog iets met de... Met die naald deed, als je dan even zo deed, dan was het gaatje groter. En deed je 7 lijnen in. Ja, maar op een gegeven moment hadden ze een blokje uitgevonden. Dan kon je precies kon solderen. Dan kon je precies al die naalden zetten. Ja. 3, 7, 5. Ja, zo dat was blokje. Al een opluchting, dat je ook. Ja, ik heb een bierdop gedaan. In een bierdop. Ja. Passig. We hebben op een gegeven moment nog die, je had zo'n pierstang. En als je die erop, als je de 7 naast elkaar deed, je zet hem erop, dan heb je die Magnum. Kattentang. Nou, dat heb ik ook met de scheermesje gedaan, hoor. Gewoon van 7 op een rij, gewoon zigzag op het scheermesje. Oh nee, wij hadden gewoon een scheermesje. En dan deed je een zilverpapiertje, dat ik er allemaal tussen. Deze, het zilverpapiertje, had je gevouwen. Dus jij deed zo'n beetje flat, Magnum flat. En een beetje hoger. En dat deed je zo, want dan kon hij meer inkt vangen. En dat deed je allemaal met zilverpapiertje, had je dat dubbel gevouwen. Dat vond ik toch de beste naalden. Ik blijf erbij. Ja, is het ook. En dan ging je solderen. Nou ja, je zit met je flux. Je vingers en al. En je vingers en weer. En je peukje erbij. En je asbakje. En nog even snuifje erbij. Je is 39 in je neus, ja. Het kan er allemaal bij, weet je niet? Nou, kijk, diegene die zegt, ik snoof niet, die liegt. Ja, zo ben ik nog tatoeëerder geworden. Want in de tijd dat ik tatoeëerder werd, moest je gewoon suipen, snijven, voeren, neuken. Dan kon je tatoeëerder worden. Heb je al drugs gebruikt of niet? Nee, ik deed toevallig alle drie extreem, dus ik was al snel tatoeëerder. Maar dat is tegenwoordig niet meer, want ik ga niet meer zoveel met nieuwe tatoeëerders om, maar... Ja, ik heb niks met die mensen, weet je. Dus zo werd je toch opgeleid. Ja, ze komen van de kunstacademie. Pakken, hoor. Is mijn volk niet, weet je wel. Nee, ze laten liever eigen tegenwoordig anaal pakken. Anaal. Vinden ze hygiënisch. Anaal in de salon. Ja, in de salon. Hebben jullie ook wel bepaalde klanten gehad of zo, waarvan je denkt van jezus, dat is ook echt een verhaal, want dat is me echt bijgebleven. Meerdere. Nee. Ik ga helemaal, laat mij je vertellen hem op. Er komt een van de vijf binnen, echt een hork. Zo'n bril op en ze was een escort. Die god, wat denk ik, tering. Als je die gebeld hebt en die komt voortaan, dan zeg je toch even, nee, ik heb verkeerd gebeld of niet. Maar goed, die wou... Ik kan niet zeggen, ik wil een portret van André Hazes. Die met dat hoedje, weet je wel. Die blouse. Ik zit tegen hem op, dacht Tim, ja, die heb ik niet. Mossel, wacht maar even. Mol loopt naar beneden. Pakt zo'n plaatje van de Blues Brothers. Knipt die dunne eraf. Nee, niet. Die heeft toch die dikke van de Blues Brothers. Die heeft een hoedje op. Knipt eraf. Zegt hij zo. Deze. Ja, die wil ik.
Ja. Dus dat dingetje van de Roesman is opgezet. Andere hazes eronder. Toppie. Ja. Ja. Oh ja, ja, nee, zeg ze. Hoeveel geld wil je uitgeven? 200-300 gulden. Zoveel geld? Ik kom helemaal de Hoge Zand Zalpermeer, zegt ze nog. Oh god, we nemen dat weer. Hoge Zand Zalpermeer. Zo maar op, ik kan niet meer. Hoeveel geld wil je uitgeven dan? 50, 60? Slik je dan ook door, zeggen we nog. Weet je niet. Ja, ik doe alles hoor, ook aan naal. Ja, zo, maar dat heb je nog, want dat heb ik ook nog meegemaakt in de shop. Ja, ik sta 10 jaar weg, mijn shop. Maar ik heb ook nog wel, op een gegeven moment kwamen die negentjes, die rappers, die kwamen van tattoos. Maar vroeger zag je geen donkere mensen in tattoo shops, weet je. Maar die rappers, ze zijn allemaal raps, ze zijn allemaal tuklife, maar ze hebben geen tukgeld. Ze willen voor 50 euro de grootste tattoos hebben. Weet je, dus dat, die tijd vooral, en die zal je nu nog wel hebben van mensen die voor een kwartje op de eerste rij willen zitten. Oh, ja. Ik weet wel dat verhaal. Stuur ze maar naar mij. Dat was die Saskia, die zat bij jou, heeft ze gewerkt bij Burning Heart. Ja. Weet je, en ze heeft tevoren even bij King Ferry gezeten. En dan zat ik er mee te lullen. En die was dan, zat ze bij King Ferry te werken. Toen kwam er een gozer binnen en die had, ze zei, wat wil je? Ja, ik wil hier in mijn nek gangster hebben. Ja. Ze zegt, serieus joh? Gangster? Ja, ja, zegt die gozer. Oké, ze zegt, ben je een gangster dan? Ja, ik ben wel een gangster. Oh, ja. Heb je rijbewijs? Nee, ik heb geen rijbewijs. Ze zegt, hoe doe je een drive-by shooting dan? Vanaf je fiets of zo? Doe dan maar family. Ja, en gangster geld hebben ze ook niet. Vertel jij eens een mooi verhaal over jouw klant iets. Wat je mee hebt Ali. Ali. Ja, dat is een mooi verhaal. Ali. Komt een vrouwtje aan Meppel. Daar wisten we ook niet. Ik werkte bij Tattoo Peter. Komt een vrouwtje zaterdagochtend. Ik zoek Henkie Panky. Nou, wijf, ik ga even hier de hoek om, 400 meter. Bruggetje over het keldertje in. Dan zien we je over het kwartiertje wel weer terug. Ja, wat doe je daarmee? Ja, dan zie je straks wel. Dag. Ja hoor, een uurtje later kom aan. Ik wil zo graag achter het raam werken. Nou, lieve schat, begin daar maar niet aan. Wat kan je er nou de huur op brengen? Nou, die dag heb ik 24 tattoos bij haar gezet. Ja, er zat helemaal niks, hè? Er zat niks. Er zat helemaal niks. Met overal ook nog een naam bij. De hele straat stond erop. Oeh? De hele straat stond erop. Ja? Ik zei, nou, je bent een bekende in de buurt. Ja, ik heb mijn man vermoord. Hop, lekker. Ja, ik zat erbij. Mijn man vermoord, hoe heb je dat gedaan? Nou, ik heb hem rattengif gegeven. Oké. Maar je hebt hem toch wel gecremeerd? Nee, die ben ik vergeten. We hebben hem laten begraven. Oké. Maar ze hebben hem opgegraven en ze zijn erachter gekomen dat de gif in zat. Zeg dus, ik moet de gevangenis in. Maar ik wil een beetje met tak, want als ik de gevangenis in moet, moet ik wel een beetje heftig eruit zien. Dan zijn mijn die hele armen volgend uit weer. Ja, mooi verhaal, weet je. Het zal allemaal, want je hoort heel vaak van die verhalen, gaat er hier en daar uit. Tot in de krant stond er zo. Drie dagen later in de krant Ali, de gifmengster uit Meppel. Ik zei, mol, kijk even. Ze wilden nog twee groter hebben. Ik heb tot zaterdagavond 10 uur bezig geweest vanaf, laat kwam aan, misschien om 12 uur. Ik wou niet meer naar die kuttenkop aankijken, weet je, niet van dat. Nou, ik zei, doe me morgenochtend. Ik ga een hotelletje aan de overkant gereken. Dus je mag niet de deur uit, hoor. Wat is het, ja. Maar echt. Nee, zondag heb ik er nog 2 tattoo's gebracht. Naar het station gebracht. Zo, Ali heeft 3 ruggen afgeleverd. Ja, en dinsdag werd scharresteerd. Maar jij denkt, het is een lulval dagje op een gegeven moment. Ja, je hoort vaak al ook veel van die verhalen. Toen kwam ik naar zijn zoon, bracht ook met een vriendin. Ze had nog nooit op een roltrap gestaan. Ik zei, met de hele buurt al leggen neuken. Ze hebben de veren vermoord en ze hebben nog nooit op een roltrap gestaan. Kan je zeggen? Ja, maar ja, als je met de hele buurt ligt te neuken, hier moet je kerel vermoorden. Geen tijd om naar de VD te gaan, naar de roltrap natuurlijk. Dat is waar. Ik had ook zo'n mannetje in mijn shop. Dat is ook een mooie vrouw. Ik wil Hells Angels in mijn nek. Ik zeg, heb je Hells Angels? Ah, nee, maar ik ken ze. Dat is goed. Hells Angels in zijn nek gezet. Ook gewoon gedaan. Hebben Hells Angels pasjes of zo? Moet ik vragen? Lid? Of, ik moet ook mijn geld verdienen, toch? Ik bedoel, fuck it, moet je zelf maar weten. Nou, inderdaad, 2-3 weken later een paar zootjes in mijn shop. Ja, heb jij Hells Angels in zijn nek getatoeëerd? Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Hoe moet ik nou weten of je Hells Angels weet, joh? Dat waren prospects. Ik zeg, luister, haal me even iemand van oude garde, want die ken ik allemaal wel, weet je wel. Ja, toen kwam Hoeken kwam toen. Een dikke, ja. Ik zeg, ja, maar die jongens maken problemen. Ik zeg, ja, moet je toch bij die gozer wezen, toch niet bij mij? Ja. En je hebt gelijk, die dikke moet zijn geld verdienen, laat die dikke met rust. Ik zeg, maar ik ken die jongen. Ik zal hem wel even bellen. Ja.
Ik zeg, kom even hier, want er zijn wat Hells Angels. Die willen je spreken. Dan kwam hij met een koffertje met allemaal krantartikelen van Hells Angels. Hij zegt, ja, dat kijk me. En die Hells Angel, als je dat gelezen hebt, dan wist je dat hij niet mocht. Nou, hij is heel nek zwart getatoeëerd. Ja. Ja, maar dat zijn geen geintjes bij hun, hè? Nee, nee, maar ik ga er niet over. Nee. Wij hebben het toen op een gegeven moment een keer gehad. Wij zijn toen de Wolf uitgenodigd. Ze zaten we in Antwerpen. Ja, een jaar geleden. Voor mij bestonden ze tien jaar of zo. Tien jaar anniversary. Groot feest in het Sportpaleis. En wij waren eruit genodigd. Wij zaten te tatoeëren. En inderdaad, we hier zaten allemaal Hells Angels tattoos. En die mochten alleen door die members. En er stonden ook die prospects of hangarounds. Die stonden dan van, ja, ik wil die. Ja, dat kan niet, weet je. Ja, dit en dat. En dan moest je echt zo... Wolf, die zat bij ons dat weer. Die keek erop. Wegwezen. Niet, die niet. Die wel, en dan gingen ze wel. Maar ze proberen jou wel uit dan op dat moment. Ja, dat was... Toen ik bij Ries zat, de Sakura, daar kwam er ook een kerel binnen. Ja, die wilde ook Hells Angels. Maar ja, goed. Hij kende natuurlijk ook die... maar dat werd eerst... Hij zegt, wacht maar even. Ik ga wel even bellen. Hij zegt, want ik heb geen zin in problemen erover. Weet je wel, dat ik... ja, het is niet... Dat heb ik later ook wel gedaan, hoor. Maar... Ja. Nee, maar goed... Ik ga er niet over. Ik bedoel, Hells Angels hebben geen pasje of niet. Als iemand daarvoor komt, dat is zijn probleem, weet je wel. Ja. En dan gaf die oude garde gaan we er ook wel een beetje gelijk in. Ja, toch? Ja, maar als je nou een beetje kijkt, weet je, zoals die verhalen bij jou verteld, van, weet je, hij met Ali, jij met die Hells Angels en zo. Tegenwoordig is het natuurlijk, onze klantenbestand bestaat uit heel veel gewone mensen, gezinnen en al dat gedoe. Vroeger was het toch wel anders. Ja, dat zei toch. We vroeger tatoeëren, hoeren, zeelaar en motorrijders. Ja. En die hielden het op. Ja. En tegenwoordig, dat heb ik ook nog wel meegemaakt. Dat weet je niet. Klanten die advocaat zijn of rechter, weet je. Ja, kijk eens op het strand, iedereen loopt. Ik denk als ik nu helemaal niks had, zou ik het niet eens meer doen, denk ik. Nee, ja, weet je. Als je niks had? Ja, nu. Ja? Hey, iedereen loopt ermee, toch? Ik bedoel, dit is, vroeger dat ik zo binnenkwam, dacht ik, weet je. Iedereen loopt, kijk eens in de stad, ze lopen allemaal zo tegenwoordig. Ja, maar het was, vroeger dachten mensen, dat is een linker, weet je, daar moet je voor oppassen. En tegenwoordig zie je, ben jij beroepsvoetballer? Ja. Hou even een balletje ook. Ik denk ook dat hun het ook wel een beetje de wereld gebracht in hebben. De artiesten, of tenminste zangers, voetballers. Ja, maar voor iedereen is het anders natuurlijk, weet je? Nee, voetballers, de eerste voetballer die getatoeëerd is misschien 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. Ja, dat klopt. Maar basketbalspelers liepen 40 jaar geleden om zulke lappen. Ja, die Dennis Rodman en zo, die kwam er toen. Basketbalspelers, die waren de eerste. Voetballers. Maar ja, weet je, in principe, man, die gingen naar de kerk toe zondags. Ja, ik wist niet dat ik wel het werd, sorry hoor. Dus nee, maar ze denken mee. Ja, pas op, hè. Welke voetballer is nou getatoeëerd in Nederland? Ja, maar goed, ik bedoel, net wat jij zegt, het is ook echt pas van de laatste 10, 12 jaar, wat jij zegt. Maar het is de laatste 10, 12 jaar ook booming. Booming, ja. Ja. Kijk, de tijd dat wij ons niet tatoeëren. Ja, maar we hebben 10, 12 jaar geen meer. Ja, nee, daarom. Maar de tijd dat wij ons niet tatoeëren, weet je, ik ben nog, ik was een klein jochie en toen haalde ik bij de bibliotheek haalde ik dat boek van Patricia Steur, Rockstar Tattoo. Rockstar Tattoo. Dat vond ik helemaal geweldig, weet je, die streekets en al die gasten. Daar ging je voor, weet je, rooster toe. Ja. Daar heb ik het eruit gehaald. Dat is een van de eerste Nederlandse tattoeboekjes eigenlijk. Van Patricia Steur. Maar dat was een geweldig boek, vond ik. Is denk ik van 90. Jij hebt echt alles volgens mij een boek, hè? Jij weet ook alles. Ja, het boekje, want ik heb hem thuis liggen natuurlijk. Hoeveel boeken heb je, denk ik? Ik heb hem wel dubbel misschien wel. Ik moet toch even zo stapel ervan hebben leggen. Nou, hij heeft nog een zootje boksen bij zijn familie in Den Helder staan. Ja, dat heb ik nog een keer opgehaald voor hem. Ja. Ja, maar als ik mijn nek open over is, dan ga ik... Ik zou het al ophalen, maar ik heb geen tijd. Geen kracht. Het mooiste van het boek, Molly, vond ik nog. Ja. Je hebt dat boek dan. Er stonden al die gasten in, volgens mij ook Cocky Rejects en al die shit en Angelic Upstarts. En allemaal met stoere tattoos. En op een gegeven moment zie je dan ook een foto van Barry Hay. Daar hangt hij op de jukebox en heeft hij alleen een dolfijntje staan. Maar dat dolfijntje, dat heb geld opgebracht. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, maar dat heb ik met Pierce gehad. Hier 5000. Maar leg eens uit, hoe bedoel je qua dat dolfijntje? Ja, iedereen liet toch met dolfijnen genaamd. Op zo'n manier, ja. Ik wil dat hij wel lacht. Ga jij de hele dag door een hoepeltje heen springen? Denk je dat je daar nog lacht? Gestoorde gek. Weet je, dingetje moet ook nog zo groot zijn. Een lachend dolfijntje door een hoepeltje heen. Ja. Maar hetzelfde verhaal heb ik meegemaakt met piercen. Want ik was een van de eerste piercers in Nederland. Met een tattoo shop die daar wou ik ook over beginnen bij jou. Ja, want je had, er waren twee piercers. Je had Mr. Ronald, die de homo zien.
En je had Jan de Haan, die deed de SMC. Dat waren eigenlijk ja, waren waar piercings in voorkwamen. Voor de rest, want dat ik een piercing voor het eerst nam, nou, dat was schande. Dat was je homo en een viespeuk. Hoe lang is dat geleden, Dennis? Ja, dat is zeker... 85. Ja, zoiets, ja. 30 jaar geleden of zo. Ja. Ja. En toen kwam op een gegeven moment een videoclipje van, andere, van een meisje met zijn piercing die van een brug afsprong. Was dat niet Aerosmith? Nee, van Fate No More, geloof ik, of zo. Ik dacht Aerosmith. Of Aerosmith, Aerosmith. Ja, die dochter, ja. Weet ik veel. Nou, toen kwam ook zo'n meisje met zo'n navelpiercing. Die sprong van een brug. Nou, dat heeft mijn geld opgeleverd, jongen. Like, iedereen, dat heb je nu toch. Als je nou een of andere rapper, een of andere gekke dingetje hebt, dan moet iedereen dat gekke dingetje hebben, weet je wel. Heb dat zal er nog steeds in zitten, toch? Ik heb me nog steeds herinneren. Ik werkte toen in Nijmegen bij Oor Doffing met Diana. Ja. En op een gegeven moment... Ach, Diana, daar heb ik een mooi verhaal over. Maar goed. Maar, op een gegeven moment gingen hun dan... die meiden, die piercen daar allemaal. Ik tatoeëerde daar. Het was een vakantie en toen waren die meiden op vakantie. Dus toen kwam jij eventjes, voor mij een paar weekjes, ook daar tatoeëren en piercen. Maar die meiden deden het altijd, weet je, er kwam er een paar bijsjes binnen. En dat werd helemaal uitgelegd, op de gemak gesteld, weet je, even wat te drinken, rustig houden. En een van die meiden, die had dat gehoord van de vriendinnen, van nou, daar moet je wezen. Dus die komt daar binnen, ja, ze zegt, ik wil een tongpiercing. Oh, zit die floor manager, wacht maar even, dan haal ik de piercer even. Jij zit weer en je legt je spullen neer. Kom en dan komt de hoek omlopen. Dus ook zo in zijn blote pens. Dus het meisje had nog zoiets van, what the fuck, weet je? Hier werken toch een paar vrouwen die je helemaal op je gemak stellen. Wat wil je? Ja, tongpiercing. Oké, steek je tong eens uit. Kind steekt je tong uit. Je zet er een klem op. Hup, ging er doorheen. Ja, weet je? Sieraad erin. Oké, dat was het. Doei. Ja. En dan ben je echt helemaal wit weggetrokken. Zo, wat de fuck is mij nou weer gebeurd, joh? Dat tering. Het schijnt een hele gevaarlijke piercing te zijn, hè? Ja, dat valt mee. Ja, ik was wel even de eerste piercing. Ik ben nog net niet van de piercings. Want ik heb oude foto's van vroeger dat ze piercingen deden met zo'n leertang, weet je. Ja. Een gaak. Die had jij mee willen maken. Ja, maar daar hebben ze piercing. Daar heb ik oude foto's van. Ja, dan deden ze dat zo. Want je had nog helemaal geen naalden ervoor en shit, weet je. Het allemaal, ding met een kurk idee is dat er klaar. Maar in welk jaar begon jij dus te piercen? Nou, dat zou 90 geweest zijn of zo. Ja, zo. Dus, denk ik. En Roy Fransen zo, dat was er ook in die tijd, of niet? Ja, dat kwam even daarna. Roy Fransen heb ik dat is, een beetje... Ja, jij was eerder nog. Ik heb zoveel mensen gehoord. Ja, Mol ook, maar ik ook. Roy Fransen kwam toen. Roy Fransen kwam bij mij. Errol heb ik als eerste machine gegeven. Dus het zijn allemaal mensen die... Want die als ik flink bij mijn krijt staan. Nou, net niet. Als ik in mijn optie... in mijn hoofd... Als je een piercing denkt, de eerste, dan is het Miranda... Nee, dat was verder. Ik was de eerste tattoo shop die ook piercing deed. Nou, niks eigenlijk. Nee, ik heb nooit meer wat van gehoord. Ik heb er een paar jaar geleden nog gezien. Nee, Miranda heb ik het ook nog geleerd. Dat was in Diana heb ik het geleerd. Ian, Miranda. Dus jij bent eigenlijk gewoon de grondlegger van de piercing. Ja, van die ellende. Van de moderne piercing. Dat zeg ik, voor mij was Jan de Haan voor de SM-scene en Mr. Ronald voor de homo-scene. Ja, op de ik was de eerste tattoo shop die ook erin gereden. Nee, Mr. Ronald. Mr. Ronald. Okay. Maar je hebt ook nog Rob. Rob de Weterinschans. Nee, Rob, Galerie Rob. Ja, Rob Deer, op de Weterinschans. Ja, daar heb ik mijn eerste piercing gehad. En dat was, die had een feest, jongen. ja, daar werkte meester Sebastian. Ja, dat is die eerste foto, dat Henk wordt getatoeëerd met die roos, met spiderweb. Nou, wat is daar gebeurd? Dat is daar gebeurd. Was jij van de piercings, maar hier niet? Nee, is je nooit geweest. Nee, nee. Ik ook niet. Ik moet geen kiddel in mijn tepel hebben lang al. Nee, ik heb helemaal niks. Ik heb niks met ringetjes. Nee. Maar jij hebt wel een redelijke ding afgelegd voordat je ging tatoeëren. Volgens mij ben je eerst taxichauffeur geweest. Maar toen ik niet tatoeëren. Ik had er zoveel tattoos en zo. En ik wou ook graag, ik vond het interessant, ik wou het worden, maar... In die tijd kon je nog geen tatoeëren worden. Dan moest je echt gewoon je time doen, weet je wel. Want ik weet nog wel, zo Bella dan, een van de eerste vrouwen tatoeëerders, die wou tatoeëerster worden. Nou, die moest eerst gewoon 2 jaar lang de shop schoonmaken bij Henk. Ja. Als de vloer dweilen. Normaal toch? Ja, na 2 jaar mocht ze een keer naaltjes maken. Hebben ze dat ook nog 2 jaar gedaan. Na een jaar of 5, 6 ging ze de eerste tattoo zetten. Toch zo ging dat gewoon in die tijd. Tegenwoordig is dat niet meer, want je koopt een boekie en je koopt tattoo spullen bij AliExpress, weet ik veel wat. En je bent tatoeëren. Dus dat heb ik ook nog meegemaakt. Dus ik wou ook graag dat weer, hoor. Ik heb overal mijn diensten aangeboden. Als ik maar in die wereld kom. En, je werd niet geholpen gewoon. Dus toen ben ik gewoon staat de zoen aangetrokken. Shoppie begon in Jordaan. Spullen gehaald in Engeland. Want ik had een maat van mij die tatoeëerde daar. En
Ja, toen was ik bestaat de wereld. Toen kwam ik gelijk bij je langs. Ja. Toen heb je Molly leren kennen. Nee, kom Molly al mee. Maar vanuit dat weer, de meeste mensen kennen jou waarschijnlijk natuurlijk uit de tijd van Peter Pan Speedrock en die shit van je. Maar dat is daar ook weer uit voortgevloeid, vanuit het tatoeëren dan. Ja, ik geloof het wel. Ik werd tatoeëerder en ja, de Peter Pan is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar dat heeft meer met mijn grote bek te maken, weet je. Maar hoe heb je die leren kennen dan? Nou, ik zag ze ooit een keer spelen ergens. Nee. Bart konden van de drukkerij. De bassist. Welke van de Bart twee? De drummer? Bart de bassist. Die zat in een andere band. Die zat in een andere band. Lofsteaks, toch? Ja, Lofsteaks, ja. Die zag ik spelen in Spanje op een festival. En ik heb een lok op. Ik ga het podium op. Ik zeg, ja, Lisanne Werk zijn wegwezen. Ik ga zingen. Ja, ik heb nooit gedaan. Die hele zaal uit een dak. Dus die band, die vond dat te gek. Hey, te gek. Maar wil je vaker wil je meedoen met ons? Nou, dat is goed. Dus ik ging af en toe met de Lofsteaks mee. Ik denk, een paar nummertjes. Helemaal te gek. Maar het liep een beetje uit de hand. Want die gasten hadden elke week een vergadering over mij. Of het wel rock'n'roll was. Want ik had een keer met een embryo om mijn nek gezongen. Die had ik een van de vegetarische wijven klap met die embryo verkocht. En dat mocht allemaal niet. Dat was geen rock'n'roll. Hadden ze weer een vergadering over mij. Toen had ik een vriendin. Die had ik mee op het podium getrokken met de ketting om de nek. En ik liep van het podium met mijn vuist erin. Liep zo weg met de wijf. Weer een vergadering. Dus op een gegeven moment. Die lange. Die werd helemaal gek. Ik heb eerder een vergadering gehad over jou, weet je, want het kan niet wat je doet. Ja. Toen, op een gegeven moment begon Peter Pan, die vroegen die lange om bassist te worden van Peter Pan. En Bart zegt, ik ga weg met de band. Ik zei, nou dan ga ik met jou mee, want Bart was mijn maat, weet je wel. Ja. Ja, toen kon Los zeggen, jij blijft toch wel, hè? Ik zeg, wat denk je zelf? Je hebt elke week een vergadering over mij, ik ga met die lange mee. Dus zo ben ik met Peter Pan terecht gekomen. Oké, ja. En de rest is history. Nou, dat is, ja, dat is Peter Pan, dikke Dennis. Ja, die hebben me overal gebracht. Ik bedoel, ik stond als klein jochie van 12, stond ik zo voor Paradiso. Oh, als ik daar ooit een keer naar binnen kan. Goede tijd, foute tijd. Alles. Prachtige tijd. Dat zeg je, die jongens hebben me overal gebracht. Ik heb op Pinkpop gestaan, ik heb Lowlands, Roskilde, een Amerika op tour geweest, overal. Terwijl ik kan helemaal niks spelen, ik kan helemaal niks. Ik kan ook niet zingen, want ik ben geen zanger. Nee, maar het is natuurlijk wel entertainend. Ja, dat hoort erbij, toch? Het is wel een attractie, dit. Op een gegeven moment werden ook Peter Pan voor een zilveren harp. Frans Bauer was erbij. En we kregen een zilveren harp. En ik zou die zilveren harp niet krijgen, omdat ik niet bij de band officieel zat. Dan hebben die jongens gezegd, we weigeren die zilveren harp, want als wij hem niet krijgen, als die dikker hem niet krijgt, hoeven wij hem ook niet, weet je wel. Ja. Nou, dat was de hek van de dam. Dat was Jenny Kaagman, die was voorzitter van Konamis, die ging erover. Die is toen twee keer wezen kijken bij Peter Pan. Ja, nee, die dikke hoort er ook bij, dus die krijgt ook een zilver. Ja. Maar het jaar daarvoor had Anouk hem gewonnen. Ja. En die had al 20 bandleden gehad in de band. En die wouden allemaal die zilveren harp hebben. Ze zei, nee, alleen diegenen die nu in de band zitten, krijgen die zilveren harp. En omdat ik op dat moment niet in zat, kreeg ik hem niet. Ja. Maar ik heb hem uiteindelijk wel gehad, hoor. Ik heb een speltje met een zilveren harp. Maar dat was, dat op, in het begin was het toch schoppen aarzelen in WD? Ja. In het begin, nog steeds. Dus ik bedoel, daar begon het maar. Maar doe je nou... Je had toch daarvoor Megas die Titas? Oh ja, Megas die Titas. Ja, het begon bij de Los Angeles. Dat was helemaal kut trouwens, want ik ben met hem in Spanje geweest. En ik dacht, jullie echt Spaans zongen. Ja. Maar je komt er niet ver met Muchos Clitoros en zo. Ik ben geen zanger. Ik ben gewoon een entertainer. Je spreekt ook geen Spaans. Nee, maar er zit geen woord Spaans bij. Want ik pak in Spanje gespeeld. Dus daar is allemaal te kijken. Ja, dat klopt. Maar dat wist ik ook niet. Dus ik stond met hem lekker Spaans te lullen. Op jouw manier. Er zit geen woord Spaans bij. Maar kon je dat wel combineren met tatoeëren, Dennis? Want op een gegeven moment, jullie hadden echt fucking veel optredens. Ja, nou, ik ging niet altijd mee, hoor. Nee, ja, wel in Nederland wel. Maar we gingen op een gegeven moment ook echt tour in het buitenland 2 maanden. Zo. Dat heb ik nooit gedaan. Wat is er met de band aan de hand? Is je aan elkaar? Ja, ze hebben ruzie gekregen op een gegeven moment. Want ja, die jongens hebben 20 jaar gespeeld en gewoon 4-5 keer in de week. Ja. Die zagen elkaar vaker dan hun eigen wijf. Ja. Dus ja, op een gegeven moment werd het een beetje bonje, weet je wel, die en dat. Gebeurt helemaal niks meer? Dat is... Nou, ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt, maar ik denk dat het wel weer gaat gebeuren. Okay. Mocht het toch niet zeggen, want dan heb je een scoop. Wel denken. Ja, tegen de tijd scoop? Dat dit uitgezonden wordt. Ja, nee, dit is, ze zijn weer op speaking terms. Ja. Er zijn allemaal dingetjes gebeurd. Zijn we speaking terms en zijn wel bezig om weer terug te komen. Hey Dennis, kan je eens wat vertellen over al die handtekeningen op jouw lichaam? Ik heb er heel wat staan, ja. Nee, het is wel een mooi verhaal van Ice-T, die heb ik hier ook. Weet ik wel zien.
Body count. Hi, body count. Ice tea. Lord, hoor. Ja, die speelde in Paradiso. En ik was er zo. En komt er een klein meisje. Ik wil ice tea ontmoeten. Kom jij weer even mee, dikke Dennis. Dus ik naar beneden. Want ik kon gewoon door Paradiso lopen. Die kleedkamer. Ik trap die deur open, die ice tea. Zit die daar met twee van die... bodyguards? Van die bodyguards, gangnegers om zich heen, weet je wel. Ik ga je nikker, I have a deal for you. I want to swap this little white girl for an autograph. Ja, dan heb je die ice tea. Hè? Stap maar aan te kijken. Wat moet, die bodyguards, wat moeten we doen? Moeten we slaan of... in die ice tea. Nee, real? Ja, hey, you better take it or leave it. I don't deal with nikkers, so you better take it. Ja, is goed, zegt hij. Dus ik geef dat meisje. Ja. Ja, hij zet die hand tegen je ding. En dat maatje, dankjewel meneer. Ik zeg, hey, veel plezier, hè. Kijk, op de weg terug zie ik die Ray zitten van Two Unlimited. Die zat daar ook in de kleed met zijn geblondeerde haar. Ik zeg, maar ja, nou, man, je hebt een mafketel. Dus toen heb ik die handteken van IST op mijn borst. Ja, het heb ik er nog meer gekregen. Ik zit er hier te kijken. Wie? Nienke? Ja, dat is een, ja, die kon ik neuken. Ja, precies. Dan mag jij met dat weer. Nou, deze jongen, Juliette Lewis. Ja, van de Links. Die speelt in een bandje. Fucking vet. En Juliette Lewis, ja. Echt, ja, vind ik een lekker wijf, toch? Ja, toch? Die speelt met Peter Pan, met Juliette Lewis. Die speelde voor, na ons. Hoor je ook al jaren niks meer van, trouwens? Nee. Ja, dat was ook niks. Ze moesten het van de naam hebben, net als ik. Ja, dat hebben we. Goeie actrice. En speelde zo. En ze kwam naar me toe. You're the guy who did the Ace of Spades and Dutch. Yeah, that was me, babe. Oh, you're fucking great. En ik zo, yeah. Juliette Lewis vindt mij fucking great. De ex van Brad Pitt, die vindt mij te gek. Weet je, wat wil je nog meer? Dus toen heb je een handtekening gezet. Ik stond echt... Nou, ik sta niet vaak met de mond van tanden, maar ik zat echt... Juliette, nou, dat heb ik het meer. Ik heb Hans Thee, Theo Maas, Katje Schuurman. Ja, een beetje hobby van gemaakt. Dus hoe kom je op Ace of Spades gekomen van Motorhead? Ja, het is natuurlijk een favoriete band van mij, maar... Gewoon een leuk nummer. En een keer op een avondje met drank en drugs heb ik het gewoon vertaald. Ja, gewoon letterlijk vertaald. Ja. Want er zit een zin in van de slang die kijkt je aan en al die shit. Ja, dat bestaat niet in Nederland, weet je. Dus dat is gewoon... Dat sloeg gewoon aan. Ja. En dat heb ik gewoon 20 jaar lang gedaan, weet je. Op een gegeven moment zeiden ze ook, je moet wel eens wat nieuws verzinnen, hoor. Dat doen we niet. Ik heb toen de tijd nog die cd-single gekocht. Volgens mij was het B-kantje, was Ich bin wie du. Ich bin wie du. Ja. Ich bin wie du, ja. Van Marianne Weber. Ich bin wie du. In Duits. Ja. Dat was met Danvers van de Speets. Ik heb wel eens... Ja, de Speets, dat zijn we ook wel eens een keer. Goeie band, Danvers. Ja, Danvers. Supergoeie cd die eerste, Learning the Hard Way. Zo. Ik dacht dat het ook donkere mensen waren. Dat is mooi. Hij heeft toen die cd, die hoest. Ja, die negers. Ze dachten ook allemaal dat het negers waren. Ja. Ik had een, toen kwamen ze op en ik denk, dat is een goede hit. Bij La Folie. In Eindhoven bij, Bij Grace en Dinges. Was jij ook? Ik heb ze toen een keer gezien. Volgens mij gingen we toen naar Tivoli. Toen was jij ook mee. Het was Revenge of the Rock'n'Roll Monsters. Met Peter Pan, nog een paar bandjes. En toen was een maat van mij mee. Die jongen, dat is dan een half Antilliaan. En die was helemaal voor de Speets. Ja, die had die hoes gezien, die had die cd gekocht. Ik ga voor de Speets. En die gasten komen op en hij zegt, wie zei dit? Ja, daar hadden een paar negers op gezet. Helemaal teleurgesteld. Ja. Negers met een grote afro erop. Ja, precies. Met de shirtjes af. Fucking goeie band. Tattoo Harry en al die shit. Echt goeie band, hè? Lowlands is goed. Tof, leuke tijd mee. Ja, toen de tijd in Eindhoven veel, weet je. Judas Phil, al die shit. Waar ik kom het aan met de dam. Qua rock and roll is het gewoon een kutstart. Ja, maar dat moet je daar zijn. Eindhoven, zelfs Den Haag is gewoon beter. Den Haag is gewoon een rock and roll stad. Je kan lullen, weet je wel. Q65, Golden Earring, Shocking Blue, noem maar op. Allemaal naar Den Haag. Ja, maar het zat altijd, ik ben zo'n metalhead, ik moest ook al naar Eindhoven, die Dynamo, al die shit, de FNR. Ja. Nee, Amsterdam is een kut. Rock. Ja, overal. Nee, is wat je hebt Herman Brood in Amsterdam, en valt die tax misschien, maar dan gaat het op, weet je. Ja, maar, die zijn er al positief in natuurlijk. Zo, ja. Zijn jullie Herman Brood wel eens tegengekomen? Nee. Nee, nog nooit gezien. Nee, nooit gezien. Welke band heb jij gezongen? Nee, heb ze hem nooit gezien. Hij heeft nog wel mooi verhaal met Anthony Kiedt. Je bent draaidoren verkocht. Anthony Kiedt. Ja, van de Pieter Chili Peppers. Je moest afkikken bij mijn thuis. Was bij Henk, of niet? Ja, ze moest afkikken bij mijn thuis. Ja, dat schiet niet op, hè? Oh, man. Vertel eens. Ja. We zijn dat toch? Nou, ik eindig met een draaidoren. Ik denk, ga eens even boven. Ze hebben Anthony boven kijken. Ze zijn Anthony helemaal gehoekt. Die met een snelkookpan. Wilt hij de stekker er net in stoppen met een mierikswortel erin? Ja, op zo de mieter, man. Wegwezen. Ja,
Die afkikken met een grote mierikswortel. Waren die jongens aan de kloot, ja? Ja, die zwaar aan de heroïne. Ja, die, ja. Maar die kwamen, al die gasten... Allemaal aan het zwaar aan de heroïne. Maar al die gasten zoals Red Hot Chili Peppers met tattoos, Golden Earring, ze zijn allemaal in Amsterdam getatoeerd, denk ik, of niet? Kijk maar door de Ik heb veel gedaan voor de tattoo-wereld. Maar heb jij die ook getatoeerd, Molly? Nee, maar ik kan ze wel allemaal. Maar omdat Patricia komt ook in Den Haag. Ja. Patricia Steur. Ja. En die woont nu ook weer in Den Haag. Oké. Loopt hij al lang mee in de tattoo-wereld, zei? Ja. Zij was met die Gordon, toch? Nee? Nee, ze ging met Henk. Met Henk. Ja, nee, maar daarna met die Maori. Die, nee. Erik Adolf Moesma. Ja. Nee, ik weet wat je bedoelt. Dat boek. Nee, maar ik was met André, met... Erik Hazelhoff. Soldaat van Oranje. Ja. De zoon. Daar ging ze mee. Ja. Henk ging toen naar haar 10-jarig jubileum en dan komt de vrijgezel terug van Hawaii. Ja, dat ging zij met hem. Ja. Zij met Henk heb veel gedaan voor de tattoo-wereld. Ja, eerlijk is eerlijk. 100%. Ik heb hem ook al wat jaren op de dag gewerkt en ik heb mijn eerste tattoos allemaal bij hem gezet. Ja, je kan vinden van die man wat je vindt, weet je. Maar hij heeft voor de tattoo wereld in Nederland heeft het wel genoeg. Het is niet mijn vriend. Ik bedoel, hij heeft ook geen skinheads gedaan. Nee, maar weet je... Ja. Weet je wat het is, hè? Nee, weet je, op een gegeven moment begon hij... skinheads, niks, dit en dat. Maar we waren er wel allemaal, weet je. We hebben wel altijd geoefend op ons. En toen konden we ook gewoon hakenkruis en alles zetten. Daar was er niks aan de hand, hoor. En daarna het heilige boontje uithangen, dat is hij dat nooit gedaan. Rot op. Maar jij hebt wel best wel wat betekend voor de tattoo-wereld. Ik respecteer hem als tattoo-weerder en wat hij voor de tattoo-wereld gedaan. Maar als vriend, ik ken hem dus ook persoonlijk. Is het mijn vriend niet? Nee, ik ken hem niet persoonlijk, dus ik kan hem niet over oordelen. Ze hebben het ook over met tattoo museum en dat soort dingen. Ja. Dingen. Maar als ik Molly zo hoor, dan heeft hij misschien wel een grotere verzameling. Of niet? Maar niet eerlijk, hè? Want hij heeft hele verzamelingen opgekocht van anderen. Dat hij heeft ook. En Molly heeft het gewoon eerlijk gespaard, zeg maar. Heeft het gespaard en geruild. Maar jij kan een museum beginnen, denk Molly. Nou, dat doe ik liever niet. Nee, maar bij wijze van... Ja, kom, aardige boeken. Ja. Hoeveel machines, je hebt denk ik al je machines nog? Als jij een visitekaartje spaart, dan heb je sowieso je machines. Ik denk dat ik 4.500 machines heb. 4.500? Ja. Oei. Maar je hebt voor de rest, je verzamelt het alleen maar. Er is niet dat je een bepaald doel ermee hebt. Ja, joh, ik heb er ook mee gewerkt. Nee, ja, dat snap ik. Maar niet dat je zegt, ik wil op een gegeven moment... Voordat hij tatoeëerde, was hij verzamelaar. Ja. Snap je, sowieso. Ik ben gewoon door blijven verzamelen. Ik heb gewoon al misschien al 20 kilo oud ijzer weg aan frames. Ja. Maar je hebt tubes. Ik heb zoveel tubes. Ja? Ook zelf gemaakt? Ook tubes, ja natuurlijk. Pijpjes, die gebruik ik later voor mijn neus. Ja, maar is tegenwoordig allemaal disposable en wegwerp shit, weet je. Daar heb ik ook een hele zwikker van. En nog in het begin had je allemaal die vieze, grijzige tubes. Ik weet je dat nog herinneren? De grijze plastic. Ja. Grijzig geel. Ah, dat waren even de eerste. Die moest je ook nog in elkaar zetten zelf nog. Ja, dat klopt. Dat waren die dunne. Die hele dunne dingetjes, die pijpjes. En dan moest je weer in een stalen. Maar jij weigert denk om met plastic te werken, of niet? Ik werk bijna nooit met plastic. Maar goed. Ja, is nu alles. Ja. Ik bedoel, maar die machine is... Ik het gelijk weg, zo de meter, weet ik niet. Maar jij doet niet zoveel meer op dit moment, hè? Nee, op het ogenblik niet. Nee, maar mis je het? Of? Ben je er wel een beetje klaar mee na al die jaren? Weet je, het is... Dennis is net nog bij me thuis geweest. Ik heb gelukkig geen mensen over de vloer meer. Het is mijn eigen huis, weet je niet? Ik ben lekker mijn eigen huis in. Maar ik heb net die kamer gezien. Ja. Nou, dat is toch een mooie kamer. Ja. Dan heb ik 4 meter boekenplank. Dat is 23 meter boekenplank heb ik. Ja, vol. En aan de andere kant heb ik mijn kopieer en mijn fax zitten allemaal. Hoe noem je dat? Visafax wel, die shit. Ja, alles. Ja, visafax. Heb ik ook visafax. Ik heb ook al visafax binnengekregen. Ja, joh, echt. Dat is niet goed. Ook met de jaren 80. We hebben natuurlijk geen shop meer, dus ja. Missen jullie het? We hebben allebei wel 30 jaar... Kijk, ik mag rustig tatoeëren thuis. Fanatiek getatoeëerd. Ik mag tatoeëren thuis. Wacht, jongens. Iedereen mag tatoeëren thuis. Iedereen. Maar je mag geen geld verrekenen. Oké. Nou, dan doe ik toch liever niks. Nee, maar een beetje buiten het feit om of je thuis zit tatoeëren er geen geld voor neemt. Jullie hebben allebei, wat Dennis zegt, weet je, minstens 30 jaar getatoeëerd. Yep. Jullie doen eigenlijk nou niks meer, maar missen jullie het? Ja, nou ja, nee.
Ja, soms ja, moet je deuren sluiten om anderen te openen. Nee, kijk, voor mij was het, voor mij moest het omdat ik verslaafd was aan cocaïne. En ik heb toen radicaal gebroken met alles. Maar stel je voor dat ik nou thuis zit te tatoeëren. Moet ik weer zo'n kutklokkie maken? Ja, nee, maar dat is dus weer zo'n kut rare roos. Ik heb nog wel mijn tattoospullen thuis, molloken. En heel af en toe zet ik nog wel zo'n tattoetje als een bekende komt. Ja. Of vrienden en kennissen, weet je wel. Of een van de vijf hier, wat wil leuk. En dan kom ik op een... Ja, ja. Mag jij mijn naam zetten? Ja. We hebben natuurlijk... We gaat er allemaal goed in. Zoals vanouds. Jij bent natuurlijk ook wel, weet je, qua naam en ook qua leven. Weet je, we hebben Bill Loika hier gehad. Die zegt gewoon van, joh, weet je, ik doe nog 1-2 dagen per week. Doe ja, ik dat doet Bill nog. Maar ik doe alleen mijn dingen. Ja, dat is ook beter voor en Bill. Dat zou jij... Volgens mij ook kunnen doen. Ben je gewoon bij een shop hier. Dan je zegt van, joh, weet je, ik ben daar op dinsdag en donderdag. Ja, maar dat heb ik ook, hoor. Ja. Je krijgt een foto tekeningen. Ja. Weet je niet? En heb je zijn kluifje van. En hij heeft ook zijn oude, weet je. Hij kan ook net zijn kop boven water houden, die ziel, weet je niet? Ja, ik... Ik ga naar, weet je het is. Ik hoef niet, ik ga naar bed, dan weet je wat. Ik ga dus een dag of eens een weekje niet slapen. Dan ga ik een weekje niet slapen. Vind je dat die... Wat doe je in godsnaam in die week dan? Ja. Netflix of zo? Nee, ik zit te tekenen. Oh, oké. Okay. Een schaal speed naast me en het gaat gewoon lekker door. Oh, wat... Heb jij veel flash gemaakt, Molly? Boekjes, ik maak tegenwoordig vaak veel boekjes, harmonica boekjes. Nu maak je dat? Ja, en dan geef ik weg. En wat doe je ermee? Dan geef ik weg. Geef je weg, ja. Hij had dat met meegenomen voor die jongens. Ja, weet je, jij moest dringend weg. Ja. Ik heb ze, nou, de volgende keer... Ja, graag. Ja, dan zal vast wel weer de volgende keer komen. Nee, dan moet de volgende keer... Jongens, dan laat ik u deze keer niet kwijt. Ja. Ja, blijf maar regen ook, hè? Blijf maar regen. Ja, maar, kijk, je hebt natuurlijk... Jij hebt volgens mij altijd een beetje op de wal gewerkt. Ja, en gewoond. Ja, goed. Weet je, het is wel een bepaalde drukte om je heen. En nu, ik zeg je vertellen, ik kwam in Noord te wonen. Ik kwam in Noord te wonen. Ik had heimwee om terug naar de Wallen te gaan. Zo stil. Ja. Ik woon zo stil. En mooi, ik woon in het grootste circus van Nederland. Hij woont op het Circusplein. Nee, hij woont op het Circusplein. Circusplein? Ja. Ja. In Noord. Maar in waar? In Noord. Oh, Noord. Ik dacht, zijn Dort. Nee, in Noord. Daar zijn ze gestoord, man. Ja, in Dort word je kont geboord. Ja. Nee. Hey, maar er zit er eentje in zijn blote pants hier. Ik ga ook. Wie begint nou zo te zweten? Moet je eens kop ervan afvoeren? Oh, dat ging even dan. Want dan kunnen we eens even kijken naar die... Dan ga je echt wat zien, hoor. Naar echte tattoos. Hij gaat echt tattoos. Hij bestijf en ik. Dat zal niet tegen ze zijn. Nee, dat andere heb je niet meer. Nee, nu niet meer. Reumatiek. Masturberen, nou dat gaat nog goed, maar dat is niet. Ruit op. Kijk, daar ziet hij hoor, old school Molly. Hier ook. Maar luister, dan is ik 68, hè, als ik zo erbij zit. 68 is hoor. Ja. Deze man. Ja, dat is... Ja, we moeten nog maar worden. Ja, dat bedoel ik. Zelfs ik, ja. Nou, maar dat zeggen we over jou ook al, hoor. Ja, nou, ik ben 56, dus ik moet nog een jaartje. Maar, je bent goed bezig, jij, hè? Ja. Godzijdank. Nou, op een gegeven moment ben ik 50 en... Ik denk, nou moet ik stoppen, weet je. Dat was, dacht ik ook, veel 50 was. Nu moet ik stoppen. Ja, en nu dus gaat het goed. 60 denk je nog steeds, of niet? Ja, het gaat gewoon jij door. Bent nou, Dennis, hoe oud ben je? 56. Ja. Oh, ik ben echt snotneus een keer. Godverdomme. Dat zie je er ook uit, hoor. Ik, ik ben van 53. Jij bent van 53, ja. Hé, maar Molly. Ja, dan hebben we het er ook al over tattoos. Ik kijk eens even, man. Jezus, deze heel arm. Maar dit is allemaal hoe oud? 30, het hoort 45, eigenlijk in het museum thuis, 30? 30? Dit is 50 jaar oud. 50 jaar oud? Ja. En dan nog zo erin zitten? Ja, hij is 68, dat is wel 18 jaar oud. Wat Peter is overleden? 82, ja, 48, 45 jaar oud. 50. Wanneer is Peter overleden? In 82 of iets? 83. 83, dus dat is ongeveer 37, 38 jaar terug. 38 jaar terug, ja. Ben je veel getatoeëerd op Peter? Ja. Ja? Ja, het meeste is er wat in. Bijna alles voor Peter, ja. Hier? Ook. Ja, ja, al dat oude werk natuurlijk. Kun je die even, misschien voor de mensen die meekijken. Nou, dat had mijn vrouw, het is een soort van apenkooi, hè? Dat, en de cameraman niet hier ook. Kijk, is nog aardig genezen, dit openruggetje. Zie je het? Helemaal dicht. Alleen die fontanel. Fontanelletje, dat moet nog, Laat een keer iemand binnen gehad met een open ruggetje. Dan moest ik toch even op dat huidje voelen. Het was net een puddingje. Ja, maar dat hebben we allemaal. Hij heeft het altijd met puisjes.
Puisje. Als klanten puisjes hebben, dan moet hij altijd op een of andere manier uitknijpen of zo. Meeeters of zo. Ja, die kom je wel tegen. Ja, precies, zoiets. Ja, dat er gewoon zo'n molletje uitkomt. Ja. Gewoon... Ja. Dan, een molletje. Ja. Hey, maar Molly, jij bent dus al vrij vroeg, zat je al helemaal vol. Ja. Toch? Ja. Dat was echt een dingetje vroeger. Ja, ja, dat ik hem leren kennen was hij al zo. Echt waar? Ja, ja, niet geestelijk, maar lichamelijk. Kijk, hier hier ik ook allemaal naampjes staan. Ja, maar dat was wel een dingetje, toch, in die tijd? Wat is dit nou? Komt hij ook weer tegen. Ja, helemaal een zwarte vlek. Hero. Ja. Hey, en Bob, ja, als je kijkt, weet je, wat Andy zegt, weet je, waar we het over hadden. Toen wij op een gegeven moment begonnen met tatoeëren, weet je. Toen waren we in Zeist, dat is natuurlijk een klein dorp. En ik had één sleeve en had er twee. En had iedereen zoiets, wow, weet je, die gasten zijn tatoeëren. Dat is een zwaar gevolg, hoor. Dan hebben we het echt over de jaren 90, weet je. Maar jij had het dus in de jaren 80 al. Ja. Dus hoe reageerden mensen er toen op als je dan... Ik ben al getatoeëerd vanaf 67. Ja, dat weet ik niet. Toen was ik nog niet. Ja. Toen was ik 2. 53 jaar. Toen was ik nog even 2 jaar. Ja. Zeg goed, ja. Maar hoe waren de reacties er vroeger op als je inderdaad zo... Ik wist niemand van mij. Want? Die lag mijn oudjes met mijn ouder naar beneden. Toen had hij zijn hand ook nog niet gedaan, geloof ik, hè? Nee. Nee, dat zat het later. Dat had ik ook, hoor. Ik had het eerst dan niet op mijn handen en zo. Dit heb ik pas gedaan toen ik in 64, 65 was. Maar wij hebben op een gegeven moment deden we onze handen, weet je, in je nek. Weet je, want er zit de rest redelijk in. Denk ja, van, nou, dat vol. Kan wel. En nou, dan hebben iedereen zoiets van, oh, weet je, want dan hebben de gewone klanten, die hebben sleeves. En oh, weet je, hun zijn tatoeëerders, want vol, handen in de nek zijn vol. Maar nou lopen die klanten ook met handen ja, in de nek ik vol. Ja, ik heb een gat meegemaakt. Alleen de nek tattoo. En de handen vol. Ja, 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 hebben niks. Toen ze het uit, hebben ze niks. Ja, dat hadden ze in de 60 jaren ook allemaal, hoor, in Engeland. Maar Engeland is wel een beetje tatoeëerder. Handen, nekken en voor de rest niks. Waar de sokken? De sokken vol getatoeëerd? Of zouden de sokken getatoeëerd? Ja. Ook nog? Maar, met blokken. Rijtjespatronen. Ja, dat Burberry. Maar hoe dan? Ja, ja. Hè? Nou, je toch zelf voor de gek? Ja, 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 maar dat was in Engeland zo. Ja. Je handen en die strot. Ja, je hebt er op een gegeven moment. Dat boekje wat ik net niet zie, er staat, Dave, heb een brief gehad van de Queen. Of je geen kinderen onder de 14 meer wilt tatoeëren. Dave Heep was dat. Ja, ja. Ja, die staat er heel stuk in. In Engeland en in Denemarken liepen allemaal kinderen. Ja, maar die kwam aan de helden, liepen een hele familie Adema. Die had 9 kinderen, waar alle 9 waren getatoeëerd. Van 4, van 6 tot 13. Dat kan toch niet? Ja, maar tegenwoordig ook, hè? De kinderen waren ook allemaal getatoeëerd. Het met die wetten en regels. Ja, je mag, heb jij er wat gedaan? Jullie? Kinderen, ja, 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 ja. Ik heb ook meegemaakt. Kwam ook een van de camper bij me binnen. Met de jochie van 10. Ben je nog in Tilburg? Ja, de kermis. Ja, ook nog getuurd. De kermis van Tilburg. Maar goed, er kwam een camper binnen met een jochie van 10. Kwam een camper binnen, jochie van 10. Ja, hij wil een tattoo. Hij loopt de hele week al te zeuren. Zet die bulldog er maar op. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Nou, ik ben zijn vader, ik vind het goed. Ik zei, nou, ik doe het niet, want ze gaat hij naar school en die juffrouw, dan ben ik het op het onder. En dat was in de tijd dat het best nog wel kon, want er waren nog geen regels en wetten. En tegenwoordig kan het in principe ook, op je 12e mag je al een tattoo hebben. Ja, ja dat, vanaf je 16, ja, dat is tot 16 jaar. Tussen 12 en 16 met toestemming van je ouders. Ouders, ja. Is dat, vanaf 16 mag je het zelf weten, ja, dat is omdat, alleen dan niet op zichtbare plaatsen. Nee, vanaf 18, klopt. Nee, maar dat heeft met de Europese klopt, wetgeving dat hebben ze jaren geleden gedaan. Omdat als je 12 bent, mag je ook kiezen of je bij je vader of moeder wil wonen of zo, weet je. Dus dat heeft daarmee te maken. En dan mag je dus ook... Het rare van het verhaal is, weet je, als je zeg maar 12 bent en je bent nog ook nog eens een keer een jaartje blijven zitten. Ja, nee, en er zit niet op een zichtbare plek en jij zou zeg maar fucking een rock of eetjes of een sedesgreef enorm groot bij iemand op zijn rug zetten. En dat jochie loopt in groep 8 de gymplaats ja, nee, ik vind het ook die jongen. Ik vind jongen. Ja, maar het kan wel. Ben je strafbaar in Nederland of niet? Als je doet onder de 12? Ben je maar als je ouders scheiden, dan kan de, hoe heet het ook weer, toezicht, die de kindertoezicht noemen ze die kringen nou. Voogd. He? Voogd. Ja, het ligt er al, weet je, als je ouders scheiden. Die kunnen scheiden, zeggen van, het gaat eraf. Ja, maar als je ouders scheiden, ben je allebei voogd. Dus. Ja, maar vanaf, weet je, zegt van 12 tot 16 mag het met toestemming van ouders. Ja, even 12. Ja, vind ik ook die jongen. Ik was zelf 15. En, ik was ook 15. Ja, ik was 15 en had ik hier een Amsterdammetje gezet. Tony, die werkte toen bij Henk. En ik kwam thuis en mijn vader, wat is dat? Ja, dat kan eraf. Oh ja, en naar de keuken, schuursponsie halen. Ging niet hoor. Wap, verse tattoo met de schuursponsie eroverheen.
Nou, je kamer van straf. Mocht je een week niet erbuiten, weet je? Ik was 15 en toen had ik hem zelf bij elkaar gejaagd bij mijn ouders, weet je? Dat, okay. Bij Dickie de Wit, mijn vriendjes hadden tattoos, ik moest hem ook hebben. Dus, huppakee, nou, afspraak gemaakt, maar ik had toen altijd lang haar. Dus ze hadden zoiets van, dan knip je wel je haar af. Godverdomme. Ja, ja. Dus ik een centimeter eraf laten halen. Als mijn moeder geweten had dat het later kaal werd, had ze moeite bespaard. Maar een bijna Dickie toe. En dan kom je nou, ja, wat wil je, jochie? Oh ja, daar heb ik nog niet over nagedacht, weet je. Maar gelukkig had je toen nog die shops met al die plaatjes. Ja. En toen kwam die bulldog. Ja, Dickie, die witte hebben we ook nog zien komen, toch? Die hebben we ook nog zien komen. Die is ook nog wel veel bij Henk geweest, toch? Ja. Ja, die kan vroeger wel eens bij Henk, ja. Komen er toch wel een hoop van al daar, hoor. Ja, ja, maar die tatoeëerde al hoor. Maar hij kwam er altijd, want ik was altijd... Hij zegt, ik heb er nog nooit gewerkt, had hij, maar... Nee, hij kwam altijd. Hij kwam altijd. Wat vind je een goede tatoeëer, Dick, hè? Hij maakt een mooie tattoo. Ja, zeker. En ook nog van oldschool, weet je. Die begrijpt als een biertje drinken. Hij maakt een mooie tattoo. Ja, zeker. Ja, we waren ook blij dat Dick bij ons was. En ook wat te vertellen. En ik kwam ook met jullie en Molly en Dick en Jimmy. Dick maakt een goede tattoo. En, ja, voor ons was Dickie natuurlijk. Kijk, wij komen hier in de regio. Wij gingen daarheen voor onze eerste tattoo. In die tijd. Dickie, daar keken we tegenop. Hans en Mark waren ook lieve gasten. Super lieve mensen. Had je nog een andere markt. De Antilliaanse markt. Die verkocht fles. Ja, die fles. Mark Fles. Ja, dat was die... al die piercings. Volgens mij woonde hij in Duitsland bij zijn moeder. Of zoiets. Ik weet niet eens of die nog leeft, die man. Maar die verkocht allemaal fles. Ja, die heb ik ook nog een fles van in Duitsland bij zijn vriend, denk ik eerst. Ja, dat kan ook. En hij was een goede gozer. Dan kwam hij in Amsterdam, belde hij altijd op. Dat hij bel eventjes apothekertje, eventjes, weet niet. Ja, ik heb hem toen een keer gezien bij Hans en Mark. Toen kwam hij daar fles verkopen. Ja, ik zat te kijken en volgens mij had hij op zijn hand twee neukende kerels getatoeëerd staan. En hij had ook altijd zo'n jas aan met Cat King erop of iets. Dat was ook wel een beetje dubieus. Maar dat was toen de tijd ook wel een flinke naam, zeker met flesverkoop. Ja. Hij is een beursjonger geweest, hè, vroeger. Ja, de beurs was Wall Street en al die shit. Ja, dan op de beursplein. Oké. Hij is geen domme jongen, was het hoor. Hij is een goede jongen. Ja, maar Mark daar een fles voor me verkocht. Wat heb je? Al fles voor me verkocht. Hoor. Ja. Ja, wat hij deed. Toen de tijd, hoe heette ze? Die bij Remy zat, Sophia. Uit Griekenland. Ja, die had toen op een gegeven moment ook een fleshet. En die heb ik toen ook via Mark. Dat kwam nu weer bij ons terecht. Oh, ik weet niet wie je bedoelt nou. Ja. Maar Mark Rans, ja, ik vond het hele aardige jongen. Ja, weet je? Een supergezellige shop. En als ik nou in Utrecht ben, loop ik er altijd nog wel even langs, weet je. Ja, Mark, ik weet nog dat ze het oude shopje nog beneden hadden. Ja, dat was een oude gracht. Ja, daar ben ik nog geweest. Nee. Maar het was wel, wij deden op een gegeven moment ook wel, hij van die jongens en die hadden zoiets, ja, ik wil een tattoo. En die had er nooit over gehoord. Ik zei, ja, wil je een tattoo? Ja. Kom maar mee. En dan liep ik naar Mark Rans en dan moest je natuurlijk waar ze nu zitten. Bij de pyramid moest je... Pyramidje daar beneden. En dan moest je daar naar beneden toe, dat keldertje, daar zaten hun daar. En iedereen had dan zoiets nee, laat maar, weet je. Dus, want die wou eigenlijk al geen tattoo en dan zagen ze hun zitten. Is twee keer daar gezeten. Is er een oudere, een kleinere? Meer eventjes, meer naar buiten de stad vandaan. Of wel nog in de stad hoor. En toen meer dichter. En toen zijn ze later bij de Dom begonnen. Dom, ja. Oh ja, dat weet ik. Ik weet dat ze de oude gracht hebben gezeten. Nou. Zit hij nog toch, Jelle? Ja. En Hans, die doet geloof ik ook af en toe nog wel eens wat. Maar ja, maar die is ook met pensioen, man. En hij heeft zijn been of niet, zo weet ik. Ja, hij mist een paar vingers. Been eraf. Ja, en één been inderdaad. Nou. Ja. Tattoo kwaal, hè? Gerry ook. Ja, wat jou ook. Inkroud, ja. Wat jouw volgende tattoo dan? Nou, Gerry is ook. Ik ben er even klaar mee. Ik ben er klaar mee. Echt waar? Gaat niet meer gebeuren, Dennis? Nee, ja. Ik zeg nooit, maar het is wel goed zo, weet je wel. Dus het is een beetje als je een beetje... Ja, je weet zelf, je hebt alle normale plekjes, heb je al. Ik heb nog wat plekjes over, maar laat maar zitten, weet je. Het is goed zo, weet je. Ja. En jij de Molly? Ja, ik moet binnenkort. We gaan even wat doen. Wil je? Ja, maar ik moet nog één keer te laseren. Oh ja, je was aan het laseren, ja. Nog één keer ga ik. Hoeft niet hoor, maar ik wil wel nog een keer. Zet wat eroverheen of zo. Ja, dan gaat Peter wat eroverheen zetten. En dan heb ik nog gedacht om hier nog eventjes een dingetje. Hier twee ogen en een neus, weet je niet. Maar je bent gewoon... Zou er wel van opschieten. Je bent gewoon nooit klaar, hè? Hè? Je bent nooit klaar, hè? Nee, nog niet klaar. Nee, nooit. Je bent nooit klaar. Nee, je bent niet klaar, nee.
Nee. Nou, ik ben wel klaar met jou. Want ik heb op mijn poot heb ik zoveel troepen opgezet, jongen. Namen, versiefmachen eraf gekrast. Zwart gemaakt. Die hele bende, zijn hele kenniskring heb ik allemaal zwart eraf. Overeen zitten rossen. Ja, ik denk dat ik daar ook wat overheen ga zetten of doen het zelf. Maar zwart en dan? Wat wil je gaan doen dan? Ik bedoel... Ik denk dat moet hij zeggen? Moet je hem zien? Ja. Ja. Ik bedoel, ik ben... Ik ben klaar. Ik weet dat ik niet meer... Nee, maar ik heb die Lucky Diamond toen die tijd bij het Tattoo Museum een keer gezien. En die was gewoon met dat zwart. Was hij gewoon weer eroverheen. Wit eroverheen, hè? En kleur. En kleur ook, ja. Maar hoe dan? Waar blijft dat? Ja. Wat denk jij? Blijft het? Ja, dan ben je echt een freak. Ja, maar het blijft toch niet? Het zat er toch wel allemaal echt goed. Dat stralende kleur had je, even kijken, hoe heet het? Classic heette dat ding. Ja, Classic, ja. Hebben ze hier toch ook een tijdje verkocht? Ja, het is er niet meer. Nee. Maar dat hebben ze wel verkocht. Was dat een goede kleuren, man. Dat had Stralie vandaan. Zijn die kleuren was die ouders mee overspoten? Ja. Heb je ook nog gehad, hè? Waar die hele grachtenpaars was, toch? Oh, dat is ook nog een mooi verhaal. Dat moet ik even vertellen, man. Dat geel, dat is Heineken geel, weet je. Heineken geel. Komt uit een bos vandaan, van de Heinekenfabriek. Ja, maar het is net wat... Waar die kratjes van maken, weet je. Dat gele plastic. Die gele kratjes. Ja, jouw wedstrijd. Is dit geel? Nee, die waren vroeger groen. Oh, die zijn nu groen. Geel. Waren vroeger geel. Nee. Houten. Ja, houten waren groen. Ja, die houten waren groen en de plastic is geel. Die dit bezorgd, is ook hier ook. Kijk hem, hoe geel dat is. Maar die paars is ook sterk, hè? Ja, dat is een mooie paars, ja. Vertel eens even Andy net. Jij was schijnbaar verantwoordelijk voor de grachten. Die gewoon de microfoon even bij. Had je tot het gemeentehuis, toen is de hele de gracht was paars. Maar hoe kwam dat? Je had poeders, toch? Nee, wat waren dat? Dat was Prix de Sperre, dat was al kwam te klaar. Dan mixte je met wat vloeistof. En je denkt, je inkt had. Super sterk is dat. Ja, dat was zo sterk. Dat zweerde je inkt je huid uit. Maar dat was vroeger ook zo. Kleuren kwamen in poeders. Dat moest je zelf aanmaken. Vroeger wit. Dat heb ik niet meer mee. Nee, je moet zelf je poeders... Hele potten met poeders vol, dat moet je zelf aanmaken. Maar ik heb nog allemaal dat poeders. Het is wel betere kleur, hoor. Ja, heb je het nog steeds? Dat zegt iedereen. Ja, heb ik in een potje poederspaars de gracht in geplut. Ja, dat heb ik. En gewoon die hele grachtpaars. Ja, dat zegt genoeg, hè? Niet normaal, ja. Die hele gracht, die was tot het gemeentehuis. Maar dan had je gewoon een beetje een zakje met paars in de gracht gegooid. Nee, die poeder, een emmertje. Een flink emmertje. Een emmertje in. Ja, dan kijk hoe paars die wordt. Ja, je moet hem dumpen, toch? Wat een man dit, hè? Ja, maar dat werd vroeger met naalden ook gedaan, weet je niet. We hebben zoveel naalden eronder je af en dat ging ook de gracht in. Maak je niet meer mee? Nee, maar je deed het in potten. Dan ging je altijd in potten. Dan zaten je in die potten en naalden en peukjes en wikkels en weet ik het allemaal. En je tussenschot. Ja, die staat nog in de shop. Dat potje heb ik nog thuis. Oh, dat weet ik wel. Hey, en, dat is even een vraagje die ik eigenlijk ook wilde weten. Hoe je, Molly? Ja, Andy. Als ik jou hoor praten over tattoos van vroeger, hè, dan is het vol lof en dat vind ik echt prachtig om te horen. Maar als het nou een beetje over de tijd van nu gaat, dan ben je een beetje teleurgesteld, lijkt wel, of niet? Of dan heb je er geen zin meer in, of dan heb je geen... Ik zal je vertellen, ik kom nog wel in shops. Er zijn geen tatoeëerders meer. Nee. Wat er zijn allemaal open tatoeëerders. Wat is een tatoeëerder in jouw ogen? Iemand die lekker een liefde in zijn werk heeft. Ja. Maar die ook dan heeft gezegd, wat is die groot? Er zit even een machine, leg daar een frame op het aan. Er zit even een nieuw koolstof of een nieuwe spring. Spring? Wat is dat? Ja. Dat is lente. Je weet toch godverdomme hoe de spring is? Ja. Ze hebben zo'n vibrator, die doet het altijd. En de rest, ik ben tattoo-jos, weet je niet. Ja, die flikker uit het bos. Maar zo, de mieters. En ik zie zijn gozer zie je niet in de Melkweg. Je ziet hem niet in Paradiso. Je ziet ze nooit.
Bij de dealer. Bij de dealer. En dan ga je, dan moet je godverdomme nodig pissen. Dan zie je zijn sticker in de pisbak staan op de wallen, weet je niet? Nou, die maakt ook goede reclame. Ja. Je gaat toen je sticker in een pisbak plakken. Dus, want ze hebben er geen verstand van. Maar om terug te komen... Weet je hoe ik dat deed? Stickertje plakken. Die deed ik eventjes in de trein. Ja. Liep ik langs de trein, s'morgens uppepup. En die ging in Amsterdam naar Maastricht. En even naar Den Helder toe. Nou, en twee dagen later was die sticker weer... Of op Jonathan Shaw's auto. Ja, dat is ook een mooi verhaal. Shaw's auto plakken. Maar in Amerika... Die had zo'n 50's, een hele mooie 50's Amerikaanse auto. Die mol heeft helemaal volgeplakt met Tattoo Molly stickers. Ja, dat vond hij niet leuk. ik ben bij Spiderweb net voor de opening. Heb ik gewoon een kwast gepakt en had ik gewoon een Tattoo Molly op de muur gezet. Die zult helemaal... Nou, mijn first painting. Daar heb ik nog een painting van gehad. Wegwezen. Maar jij zegt, een goede tattoo. Weet je wat ze daarvoor betalen tegenwoordig? Nou. Voor zo'n dingetje? Ja. $700. Hoppa. Ja. Ja. Ik heb er nog 20 nagemaakt. Harry Olivier. Hey, maar een goede tatoeëerder, zeg jij dus, die liefde voor zijn vak heeft. Maar liefde voor zijn vak dus. Maar die ook iemand kan. Die gewoon... Nou, mij hoeven ze niet te kennen. Mij interesseert het niet. Maar jou kennen ze allemaal. Of ze me nou wel kennen of niet kennen. Ja, ik bedoel, ik vind mensen ja, ik die tatoeëren, die moeten die naam kennen. Ja, ik wil wat zeggen. Ik weet nog wel dat een van de eerste tattoo convention al die shit, die had Henk georganiseerd. Ja, mensen kwamen bij Molly in de shop. Horie Hoshi met zijn hele gevolgde, ja, allemaal cadeaus brengen voor Molly. Hier, Molly, ja, Molly. Henk, en Henk kreeg helemaal niks. Meen je? Ze kwamen bij Molly. Ja. Ja. Kwamen allemaal bij mij. Maar dat doet toch wat met je dan? Ik bedoel, dat is toch, dan weet je toch die van... Die zoon van Horie Hoshi 4. Die heb ik de eerste tattoo-machine gegeven. Toen was een jongetje van een jaartje of 6. Maar ja, even iets anders. Weet je wat? We hadden zoveel machines. Ja, maar weet je wat het is, Bol? Kijk, wat je zegt. Weet je, ik heb me dan wel dat voorstellen. Alleen, zeg maar, er zijn op dit moment zoveel nieuwe tatoeëerders. Ik ga ervan uit dat er gewoon een hele hoop zijn die wel de liefde voor het vak zijn. Heel goed zijn. Hele goede artiesten maar ook zijn. De liefde voor het vak artiesten hebben. Alleen artiesten. Dat het op een andere manier is. Nee, weet je? Het is niet meer de manier van ons. Nee, maar oké. Dan zie je een klok. Ja. Zie je een klok bij gasten. Die zit dan hier al. Hier. Verkeerde plaatsing, zeg je. Of verkeerde plek. Waar hang je daar nou een klokje? Of ik eet om met de gezicht naar buiten. Zo'n ja, dingen. Gezicht naar buiten. Okay. Ja, dat is een dingetje. Klopt. Ja, hoe moet... Of dobbelsteentjes met de 6 en de 1 naast elkaar, weet je? Ja, ook dat. Maar kijk, weet je... Het zijn mooie tattoos, weet je? Maar er zijn op dit moment zoveel... Kijk, klopt. Hetgene wat ik wel kan snappen is... zeg maar, vroeger dan ging je een paar tattoo-artiesten... Dan denk je, oh ja, die en die vind ik goed en dat volgde je. Tegenwoordig, als je ook op de Instagram kijkt... Er zijn er zo fucking veel. Ik kan het niet meer volgen. Hey, ik kan het ook niet meer bijhouden. Als ik Tony Clifton zie, die is ook 70. Ja. Moet je kijken wat hij neerknalt. Nou, hoeveel shops zijn er in Amsterdam? Hoeveel shops zijn er in Amsterdam? Ik denk dat 200, denk ik. Nou, we denken dat er alleen op de wallen zit. Ja. Ja, maar overal werkt nog 4-5 man ook. Hè? Ook nog. Ja, maar ik denk dat de meeste van die jongens ook allemaal wel gewoon liefde voor het vak hebben. Alleen op een andere manier. Als, Dat zeg ik. Ze komen tegenwoordig van de kunstacademie af. En ze zetten de mooiste tattoos. De nachtwacht nog mooier als het origineel, bij wijze van spreken. Ja. Ja, zo'n tattoo weer, dat weet ik niet. Ja, maar niet. Maar dit blijven wel tattoos voor mij, weet je? Wat moet ik zeggen? Na 30, 40, 50 jaar wat er nog in zit. Ik ben blij. Ik ben een van de laatste generaties die ook nog wat oud werk heb, zeg maar, weet je? Nee. Na mij kwam dan de hele tribal scene en nieuwe dingen en zo. Dat heb ik allemaal gelukkig. Ik ben blij dat ik nog net wat ouder... Ja, nog niet zo mooi als dit. Maar ik was nog net op tijd, zeg maar. Ja, dat was ik 14 jaar, dit ankertje. Nou, waar de laatste Crystal zit hier, weet je? Ja. Crystal Met. En die had die arm met die rozen. Nou, die zat gewoon 25 jaar en dat is niet normaal hoe het erin zit gewoon. Ja, van Slick Nick. Niet normaal. Niet naar kijken. Dat zijn tattoos. Ja, dat is waar. Hè? Ja, is ook zo. Goede lijnen, goede kleuren. Die nieuwe dingen die ze zetten is super mooi. Wat jij zegt, de nachtwagen en zo. En alles is super realistisch. We hebben het er wel vaker over gehad. We willen nog wel zien hoe het er over 10, 12 jaar uitziet. Dat bedoel ik er even mee. Dat is, dat is het. Wat voor pak kots loopt die jongen mee, zeg die Sjol. Ja, het zijn ook dingen zoals dat oldschool, dat is op dit moment weer in. Weet ja, het begint helemaal terug te komen, ja. Ja, en dan zeggen sommigen die zeggen van, dan pak je een dikke, een dikke lijner of een dikke shader om die lijnen mee te trekken. Maar die andere, die oude jongens, wat jij net zegt, lijnen 3 of zo,
Omdat je weet dat die lijnen in de jaren toch wel dikker worden. Die springen toch allemaal uit. Ja. Maar het is ook met hand tattoo. Borry Borry, die lui. Er zijn ook dunne lijntjes. En nu wordt zelf springen zo dik. Ja, ja precies. Maar is het, wat denk jij als je een lijner of een RS15, wat ze nou zetten, lijnen mee zetten. Wat denk je dat die over 25 jaar, 20 jaar, dat het zo'n... Die slaat tegen naast die andere. Die zijn net zo, alle twee zo dik. Ja. Dat is een kabeltros. Wat heb ik van de week dan jou? Ik had was een of andere ding, kwam ergens op mijn tijdlijn rond. Er was een RS888. Ja. En dan wel een cartridge. Wat voor machine moet je hebben dan? Ja. RS888. Ja, voor hier. Dus 880 naalden naast elkaar. Ah, ik heb ook zo'n Magnum gezien. Zo'n Magnum, geloof ik. Ik heb zo'n Magnum gezien. Dat zijn die jongens die dat Brutal Black doen. Ja, maar die, dit was 88 volgens mij. Ja, weet je zeker? Daar werken ze niet mee. Absoluut niet. Want ik zie die gasten ook in de gaten te houden. En dan zijn ze 3 jaar later is pas dat rugstuk klaar. Kijk even. Ja. Nou, als je nou met zo'n naald bezig bent. Kijk. Ja, maar dat noemt hij. Kijk, maar dit is een grijpertje, man. Oh, dit dingetje. Ik dacht, een grijpertje voor de kermis. Ja, dat is een clown. Ja, ik kan wel hop zeggen. Dat lijkt wel voor mij een 25 of 35. Ja, nou, dat is ook het idee. Want ik denk, als je 888, dan heb je ongeveer zo'n ding. Ja. Ah, ik heb... Ja, hier, kijk, daar staat kijk, als je nou... kijk. Hoeveel is dit? Nee, dat is 88. Dat is misschien 40 rond. Maar van binnen helemaal open dus, voor je... Nee, hij is binnen is hier korter. Ja, precies. Anders krijg je er nooit in. Anders krijg je er nooit in. Nee, die naalden zit er korter drin. Ja, die binnenste. Hij loopt het holler. Ja, maar alles leuk. Ja, maar anders krijg je hem er niet in. Zit hij toch die buitenste, zit hij er toch dieper in te prikken? Ja, maar voor zijn weerstand, denk ik, is dat. Ja, maar dan moet hij toch, als je dan alleen, dan krijg je, stel je voor, dan heb je zelfs een ronde cirkelzaagboor. Ja. Weet je wat ik bedoel? Ja, maar vertel eens. Dan krijg je toch een gat. Ja. Maar dan komen die er toch achteraan. Ja, die kleintjes, die pakken die ook komen een er achteraan. Ja, dat is voor zijn lager. Dat is... Die zijn die buitenste zo ver, anders blokkeert die. Nou, maar dat kun je toch niet met zo'n rotary erin knappen? Nee, dat zeker niet. Dan moet je volgens mij echt een flinke coil over hebben. Dan komt de bonkerker. Nou, dan kan je met een rotary jullie wel inkrijgen. Ja, zou het? Ja. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Ik weet het niet, ik werk niet mee. Je hebt ook brede rotaries. Ik werk ook met mijn... Ja, oké. Okay, ja. Nee, maar ik bedoel nou meer die pennen en zo, weet je. Zo'n soort dingen. Ik denk niet dat je het al mee naar binnen krijgt. Ik zou je vertellen, ik wil die needlebar wel eens zien dan. Ja. Waar heb je die needlebar dan in gesoldeerd? Zit die dan in het midden? Ja, maar is het niet is gewoon... wel een dingetje wat jij zegt, Is het niet gewoon een cartridge? Ja, want hoe zit dat op die needlebar gesoldeerd? Dit is een cartridge. Ja, maar dan moet maar er zit ook een needlebar. Ja, maar er is ook een klein needlebarretje. En dan een bajonetsluiting. Zit er dan? Ze hebben gewoon al die achterkantjes gehaald. Gelijk gemaakt. Ja, denk ik. Ik vraag me het ook af wat hij zegt. Even iets anders. Wat staat er boven? Dikke Dennis ontwaakt een LSD-trip. Zak in. Wat is dit dan, Dennis? Ja, ik weet het niet. Ja, dit was bij de zilveren harp. Dat is wel leuk. Dat is bij de zilveren harp. Ja, heb je zo. Ja, dat was misschien. Kijk even de pens. Ja, ik denk dat het wel een LSD-trip was. Ja. Ja, ik kreeg die zilveren harp toen. Ja. Mannen, we moeten afsluiten, hoor ik net. Nou ja, het was in ieder geval hartstikke leuk. Nou, ik vond het ik, wel... Ik vond het... Kom maar nou die hoer en die drugs, dat hebben jullie beloofd. Gaan we zo wel. Ja, die zitten bij de... Die komen uit van job en die zien het zien. Maar dat is niet zo, hoor. Ja, maar kijk. Dit is zo... Jongens, ik sluit even af, man. Mijn ogenblikje. Ik wil jou super bedanken. Nou, wij misschien zelf... bedanken. We hebben lekker gegeten. Maar goed, ik bedoel... Dat moet je niet zeggen, dan moet je voor iedereen eten halen. Sowieso moet er even getatoeëerd worden. Ja, ik zelf wel een tatoeëer. Ja, moet ik je langskomen. Ja, joh. Hey, jongens, hartstikke bedankt. Ja, tof. Ja, super leuk dat jullie er waren, jongens. Jullie sterkte met je programma. Dankjewel. En vergeet jullie niet te abonneren op...
Inksmijters de podcast. Dat sowieso. Yep. En, even liken zijn er op nog, Facebook. Ja, ja, heb je nog namen die binnenkort komen? Heb je nog namen die even om mensen een beetje wat te maken? Ja, we hebben of mag niemand het weten? Ja, wel, we hebben wel. Jeroen en Willem Jansen die staan op het programma. Jeroen Franke. En, nee, Jeroen en Willem Jansen. En we hebben Rinto en Darko. Oh, Rinto. Ja, maar dat zijn ook twee goeie. Willem Jansen, wie is Willem Jansen? Ja, dat is de jongere generatie. Maar hele goede jongens. En ook een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Maar Darko en Rinto, die zijn van onze generatie. Ja, nee, er zitten wij in Tilburg aan het werken, ja, want Darko helemaal... Hoe moeten jullie hier terugkomen? Jongens, afsluiten. Jongens, hartstikke bedankt. Sterkte, groeten.